check it out. Vrienden van X&O's, het reguliere seizoen is halfweg. Niet in de NBA uiteraard, dat is toch maar net begonnen. Wel in de National Football League, in de NFL. Misschien volg je dat niet. Maakt niet uit, het is sowieso leuk om te weten wat daar gebeurd is of wat daar aan de hand is. En de afgelopen jaren hebben we heel wat leuke tradities opgebouwd hier bij X&O's. En een van die tradities... Een paar van die tradities zijn onze NFL-specials. En doe ik altijd met twee heel fijne gasten. De ene is een klein beetje een ontmoedigde NFL van deze dagen. De andere is gelukkiger dan hij in jaren is geweest. Jurgen Nijs en Leroy Deltour. Welkom allebei. Dag Dennis. Leroy, veel kleren aan vandaag. Nochtans komt er een naaktkalender uit van u. Ja. Is hij af? Hij is, vanaf maandag is hij te pre-orderen. We zijn er helemaal uit wat het is van formaat, hoe dat er allemaal moet uitzien en zo. Dus de eerste druk is er. Allee, het exemplaar, één exemplaar. Hoeveel gaan er gedrukt worden? Wel, we gaan eerst een kleine pre-order periode zien, omdat ik echt geen idee heb hoeveel mensen een naaktkalender van mij willen kopen, zodat we wel een iets wat gerichte schatting kunnen doen, zodat we niet met een enorme overschot van naaktkalenders op kantoor zitten. Maar het is vooral duidelijkheid, het is een verjaardagskalender, dus je kunt hem jaar na jaar gebruiken. En ook misschien ook even uitleggen, voor de mensen die het niet weten, waarom heb jij een naaktkalender van jezelf laten maken? Ik heb gewet met Sam. Met Sam Kerkhoffs. Ja, 2 jaar geleden met Sam Kerkhoffs, dat... Chelsea top 4 ging spelen. Ze zijn 6e geworden. En we hebben volgers suggesties laten doen. En ik vond dat wel een toffe prijs. En ik moet zeggen, ik heb er ook echt mijn levenswerk van gemaakt. Wat ging Samson op hetzelfde, geweest? Dus okay. Dat was hetzelfde. Ik heb van Sam al gelezen op Twitter dat op X dat het fantastisch is. Gewoon, wat is de zotste pose die je hebt moeten doen? Dat wil ik eigenlijk wel weten. Ik denk Jurgen Klinsmann, denk ik. Weet je daarmee genoeg met Jurgen Klinsmann? Nee, eigenlijk niet. Dat is veel opties. Die viert zijn goal altijd met een dive. Hè? Ja, dus handen breed, springen. Het is wel echt... Ik ben echt trots op het resultaat. Zijn er attributen en zo ook bijgebruikt? We hebben alles... Het is in een green key room gefotografeerd. Het was echt wel raar voor mijn collega's, denk ik, om mij zo te fotograferen. Ga je hem voorbestellen, Jurgen? Pre-orderen? Ik word nu wel heel nieuwsgierig. Dus ja, eigenlijk, ik denk het wel. Er zitten full naakt foto's tussen. Waar kunnen ze hem bestellen? Dat zal vanaf maandag op midvoor.be zijn. Oké, heel goed. Ik zei het al, een beetje een ontmoedigde NFL-supporter, een heel gelukkige. Ik ga met het positieve beginnen, Jurgen. Hey, we zijn niet alleen, hè? We zijn maar 9 die er nog maar 2 gewonnen hebben. Ik weet het, maar toch gaan we met het positieve beginnen. Vandaag. Ja, leuk, zo. Optimistisch, ja. Hè? Ja, Leroy zit in outfit. Ja. Leroy, take command. Ja. Dekement. Ik kan nog altijd niet goed geloven. En wat ik het strafste vind, is zelfs de manier waarop. Het is precies al vanzelfsprekend dat we een matchje winnen. Zoals de wedstrijd van vorige week dan. De laatste wedstrijd nu tegen de Giants. Ging je daar precies gewoon van uit dat we die gingen winnen. Omdat ik denk van, we zijn gewoon... We hebben iemand under center. We hebben een quarterback die... Punt. Ah ja, voilà. We hebben een quarterback. En een offensive line. Punt, ja. En een offensive line die het veel beter doet dan verwacht. Maar dat is ook zijn verdienste, want zelfs als ze doorbreken, is hij nog niet te sacken. Hij geeft me al, en ik wil niet te hard van stapel lopen, dus hou mij met mijn voeten op de grond als jullie het onterecht vinden. Maar hij geeft me al Mahomes en Lamar Jackson vibes. Het is vooral wat het ook is, zelfs als niet-Commanders fan, Jaden Daniels, want daar hebben we het over. Wat een coole speler om naar te kijken. Het is iemand, als je aan het sappen bent of als je red zone aan het bekijken bent en die komt op, kijken. Je wil dat ze bij die match blijven omdat je alles wil zien wat die gasten gaan doen. Dus ik heb 1 wedstrijd gedaan van de Commanders tegen de Bears, waarna ik 2 dagen zonder stem gelopen heb na die Hail Mary. En het is inderdaad hoe cool hij blijft ook in die situatie, waar hij dan, je leidt heel de wedstrijd, 35 seconden voor het einde kom je dan op achterstand, en dan toch nog die tegenwoordigheid van geest en die coolness, tussen aanhalingstekens, om gewoon te doen wat je acht dat nodig is. Gewoon wachten, dan eerst een pass. Nu, ik moet wel zeggen dat de Bears wel geholpen hebben met hun prevent defense. En bij die Hail Mary, waardoor ze winnen, uiteindelijk hebben ze hem ook geholpen, want die bal die was eigenlijk te kort. Maar, ja, tuurlijk. Maar ja, dan, als je dan Stevenson ziet, die eerste publiek wat staat te jennen en die dan afgelopen komt, en die dan de bal aanraakt, en dan is het zijn man die hem vangt. Dat is karma. Dat is karma, inderdaad. Pure karma. Maar gewoon, we waren bezig over Jaden Daniels, maar hoe cool hij blijft. En hij neemt dan wat hem gegeven wordt ook, want hij loopt 13 seconden rond, hè, alvorens hij die bal gooit.
Daarvoor moet je in de eerste plaats al vrij mobiel zijn. Je hebt al een wedstrijd achter de rug, dus dan moet je het nog doen. Want je hebt ook al een paar keer een hitteverwerking gekregen, want er is ook een paar keer gesekt geweest. En dan toch nog die pas kunnen gooien en dan nog het, de karma hebben dat die gevangen wordt door jouw spelers. Ongelooflijk. Dus ik denk dat de Commanders wel een mooie toekomst hebben. En misschien nog even aan toevoegen, wat ik toen ook tijdens de wedstrijd gezegd heb. De organisatie van de Commanders is nu ook heel anders. Ja, als je dat vergelijkt wat er gebeurd is, want ze hebben al eens zo'n quarterback gehad, Robert Griffin III. En die mocht toen zelf beslissen van ik ga terug het veld op. En in de wedstrijd voor die tegen de Bears, na 12 plays, geblesseerd aan de ribben. Natuurlijk niet ribben, we gaan het niet echt vergelijken, maar toch mocht... Ik kan me inbeelden, Daniels en zijn manier van spelen en zijn coolness. Hij had waarschijnlijk zelf terug het veld willen opgaan, want het zijn maar mijn ribben. Maar ze hebben hem wel tegengehouden. En het is de backup quarterback die de wedstrijd tegen Carolina volgemaakt heeft. Ze zijn er voorzichtiger mee. En dat was in het verleden niet zo. Dat is allerbelangrijkste inderdaad. In het verleden, als dat was gebeurd onder het vorige regime, onder Dan Snyder, had dit als een toevalstreffer aangevoeld of zo. Van, oh, we hebben hier per ongeluk geluk, we hebben niemand. En terwijl dat je nu al het gevoel hebt van, oké. En de organisatie er rond klopt ook. Onze defense is stappen aan het zetten. Er is deze week getrade voor Marshon Lattimore. Een van de beste cornerbacks als hij fit is natuurlijk in de NFL. De ploeg staat gewoon mijlenver voor waar ik ooit had durven denken als ze hadden kunnen staan op dit moment. En ja, we zien wel waar dat erin eindigt dit seizoen. We hebben hem op zijn rookiecontract voor pak 3 jaar. Ik vermoed dat hij in zijn derde jaar wel gaat willen... Ja, maar ik denk dat hij in zijn derde jaar gaat willen... cashen, dus ik ga ervan uit dat we wel even een window hebben waarin dat we stevig kunnen splashen, want volgend jaar hebben we ook de tweede meeste budget, denk ik, in free agency over, dus spelers willen graag naar Washington komen. En dat is iets nieuw. Zeker door die culture shift, hè? Omdat die cultuur daar inderdaad veranderd is. Snyder is daar weg en dan merk je inderdaad van... En dat is ook het mooie aan sport in het algemeen, hoe snel het ineens kan keren. De perceptie van een ploeg kan van de ene dag op de andere van positief naar negatief veranderen en andersom. Je hebt het bij Chelsea gezien, daar is het van positief naar negatief super snel gegaan, maar het kan andersom ook ineens zijn. En dat is eigenlijk altijd heel grappig als je erover nadenkt. In elke sport is dat zo, een team waar je zo... Amerikaanse sporten, waar je zo negatief over bent. In no time is dat ineens gekeerd. En nu zijn we bezig over de Commanders als een van teams waar je per se naar wilde kijken. Waardoor dat ook opvalt. Ik zei het daarnet tegen Jurgen. Je vergeet dat je van naam veranderd bent. Hè? Het doet er plots niet meer toe dat je de Commanders bent. Maakt niet uit, zolang dat je goed voetbal ziet. I don't care, al noemen ze... weet ik veel. Het is dan enkel als er oude knuffels uitgehaald worden dat je nog eens herinnerd wordt dat het vroeger de Redskins waren. Daniels, het enige wat je dan zorgen over kan maken... of als je dan een Commander-fan bent, of gewoon fan van die gast, er moet wel een kilootje of 10, 15 aan spieren bijkomen. Puur als hij hits gaat blijven nemen, omdat je, het is puur een fysieke sport. Elke keer als ik hem zie, denk ik... Maar het aantal, hij is sterk, maar hij is wat vrij. Het aantal hits dat hij al minder pakt sinds de eerste weken is wel al een groot verschil. Al heeft hij vorige week weer wel een rare genomen die volgens mij niet nodig was. Lamar heeft ook die evolutie gedaan. Die is eerst wat gespierder geworden en dan toch weer wat minder om toch weer meer die mobiliteit. Maar die was nooit zo skinny als Daniels. Nee. Daniels is wel een van de meer skinnier quarterbacks in de league. Wat hem in mijn ogen net... Interessanter maakt om naar te kijken ook, want dat geeft een bepaalde soort fluiditeit. Ja, ik denk, hij moet zichzelf goed voelen in hoe hij lichamelijk is. Want het zou kunnen als je hem te veel laat aankomen, dat hij dan effectief dat mobiele misschien wat verliest. Of dat hij, maar hij speelt al jaren op die manier. Ik bedoel, moet je dat dan veranderen? Ja, profs in college natuurlijk, dat is wel... Dat is een groot verschil. Een groot verschil, En ik heb hem een paar keer getackled zien worden in college ook. Dat zou ik toch liever niet bij ons zien. Ik stuur je meteen naar de Hail Mary toen die gebeurde. Ben je aan het kijken? Wat is het antwoord? Ben naakt door de straat aan het lopen? Als je bezig met je kalender of wat? Vooral door mijn huis naakt aan het lopen. Mijn madame was natuurlijk aan het slapen. En ik zei het daarnet tegen Jurgen, ik sta klaar met baksje, met de afstandsbediening in mijn hand. Klaar om televisie uit te zetten en vrij pis te gaan slapen. Ja, en dan gebeurt dat. En ja, ik heb er zelf in Kick-N-Rush, denk ik, 2 minuten, 3 minuten over gebabbeld. Waarschijnlijk had niemand daarder een boodschap aan. Maar dat maakt er niet uit. Het haalde net mijn top 5 momenten niet live sport, denk ik. Maar ja, een Hail Mary is een van de coolste dingen dat er is. En gewoon ook door het verloop van die wedstrijd, hè, we hadden die wedstrijd gewoon altijd al moeten winnen. Dat het nog op een Hail Mary moest aankomen, was wel gewoon belachelijk. Maar wat was crazy. Ja, wat zijn ze nu? 7-2? Ja. Ja.
Alsjeblieft. Playoffs incoming. Tegenovergestelde, Jurgen? De Dolphins. Jouw Miami Dolphins. Ja. Daar is net iets minder leuk. Ja, maar vooral de blessure van Tua. En hoe die kan gebeuren, snap ik zelf niet. Afgelopen seizoen had hij geleerd van, ik moet sliden, ik mag nooit met mijn hoofd vooruit. Hij had al een paar zware hersenschuddingen gehad, maar vorig jaar dus niet. En hij had die taekwondo-lessen gevolgd om te leren vallen en dergelijke meer. Maar dan gaat hij eigenlijk op zo'n moment, en de wedstrijd is op dat moment eigenlijk al verloren, gaat hij dan met het hoofd vooruit tegen het dijbeen van een verdediger, dan dat is problemen zoeken. Maar ik vond dat wel dubbel. Want als hij het niet doet, zijn jullie allemaal de eerste om te klagen van, hij speelt er niet voor. Ik niet. Ja, maar er zouden er heel veel zijn. Ja, maar uiteindelijk... Met zijn verleden? Want dat neemt hij mee, ben ik geworden. Ja. Die daar nog nooit heeft voor gehad, misschien wel. Maar omdat het Tua is, weet je... Die heeft die voorgeschiedenis van die hersenschuddingen. Misschien dat je daarom een beetje milder bent. Vooral absurd dat hij nu ook terugkeert zonder de Guardian cap. Want zijn running back loopt er wel mee rond. Ja. Wat wel funny is, Achane, want dat is een vrij klein manneke. En ja, die helms zijn al gigantisch. Als je er nog eens een beschermende hoes op zet. Dus ik vind het wel goed om te zien dat het er meer en meer zijn die het aan het doen zijn. De verplicht, en, dat is gewoon. En het stoort mij ook minder dan ik dacht dat het mij ging storen. Nee, zeker omdat die muts zit er nu over. Maar dat is zoals de Halo in de NFL. In de Formule 1. Ja. Dat is het eerste jaar even wennen. En dan besef je, het is gewoon voor de veiligheid. En who cares? Ja, als dat je sport behoudt, dat ze is. Exact. Maar vergeet niet, het is een macho sport. Hè? In de winter bij min 35 graden, bij manier van spreken. Maar Jurgen, Formule 1 is ook een macho sport. Hè? Ja. Ja. Dat is stel die rijden tegen 350 per uur. Ja, maar daar moet je er geen 1500 van mening doen veranderen. Hè? Dat is waar. Maar het is mooi dat een individuele keuze is. En chapeau. Ik vind het gewoon goed dat het totaal geen taboe meer is. Mooi. Dat is het belangrijkste. Chapeau. Schoon. Ik vind het wel, los daarvan, heel straf dat hij is teruggekomen. Mm-hmm. En twee, zo snel is teruggekomen. Want als je een paar keer zo'n zware hersenschudding oploopt, en vooral als je dan ziet hoe zijn lichaam daarop reageert, want dat maakt het eng bij toe. Die vingers, hè? Die samenkrampen. Ja. Hij speelt wel echt met zijn toekomst. Hè? En ik snap het, je leeft voor voetbal. Dat is waar je heel je leven voor gewerkt hebt. Ja. Maar je hebt ook nog een leven erna. En ik vind het heel... Ergens ook van de Dolphins onverantwoord, als organisatie. Maar ik zit ook met dat dubbel gevoel. En ik stel me ook de vraag van, jongen, je bent nu, wat is het, 25, 26? Hij is nog jong, hè? Ja, je hebt nog de rest van je leven. Doe dat toch niet, want eigenlijk financieel is hij binnen. Er zal wel processen rondkomen of zo, maar uiteindelijk, er is ook in zijn contract opgenomen dat hij zoveel geld krijgt. En de NFL is nu ook in die zin aangepast dat veteranen nu ook wel medische begeleiding krijgen en er ook geld voor toegestopt krijgen. Dan denk ik van, waarom kom je inderdaad terug? Nu, dat teamgevoel zit er waarschijnlijk ook voor iets tussen, die ploeggenoten, alhoewel er ook daar zijn die waarschijnlijk vinden van, ik zou het niet doen, maar ja, nu, ik zit niet intern mee in de keuken of mee in de pottenroeren bij de Dolphins. Als die dokters zeggen van oké, er is geen risico. Ja, wie ben ik dan om te zeggen van ja, maar het geeft mij inderdaad een dubbel gevoel. En iedere keer als hij aan het lopen is of als er zo'n mastodont van 150 kilo op hem afgelopen komt, dan hou ik ook iedere keer mijn hart vast van wat zal er gebeuren. De reactie van het publiek zegt ook veel. De eerste keer dat hem een quarterback slide deed, gewoon staande ovatie van het stadion. Dus het is ook wel raar om een sport zo gecompromitteerd te moeten spelen, denk ik. Het is ergens altijd rekening houden met, ik kan niet de volle 100% gaan. Eigenlijk is het bijna vergelijkbaar met een voetballer die beslist, ik kan niet meer koppen op een voetbalveld. Dus uw tegenstanders weten dat ook op de een of andere manier. Dus ergens is dat wel iets vreemd, maar het is een persoonlijke keuze en ik hoop vooral dat hij zich heel goed en slim heeft laten omringen en heel veel verstandigere mensen dan ons die keuze heeft laten maken. Ja, het is dat is ook. Los daarvan, ze hebben natuurlijk hem een tijd moeten vervangen met iemand die nog niet aan de enkels kon van Tua qua kwaliteit als quarterback. Het was echt de drop in kwaliteit was gigantisch. Maar als je ziet hoe het daar rondgaat, Tyreek Hill heeft 1 touchdown sinds week 1. Waddle heeft net zijn eerste touchdown van het seizoen gevangen. Ja, de wapens, ze worden niet genoeg omringd, maar ze staan er ook niet. Hè? Nee, maar de backup quarterback raakt dan ook geblesseerd in de eerste wedstrijd dat hij Tua vervangt. Dus dan moet je al met Tim Boyle, God betert, aan de slag die dan ook nog geblesseerd geraakt. Wie was dat? De eerste vervanger? Was dat Huntley? Nee, die hebben ze gehaald. Dat was al de tweede vervanger. Skyler Thompson. Thompson. Dat was ook geen succes. Hè. Wat hij dan gespeeld heeft, en ik heb die match toen gezien, dat was niet van weggeblazen. Ik word er helemaal van geëmotioneerd. Maar die wordt inderdaad weggeblazen, die raakt geblesseerd.
Maar wat mij dan de vergelijking laat maken met Green Bay bijvoorbeeld, waar Jordan Love dan geblesseerd raakt. En daar komt Malik Willis, die dan net in het team gekomen is, en die wint dan wel twee wedstrijden. Dan denk ik van... Terwijl die ook nog niet lang bij die ploeg zat. Nee, die zat er ook nog maar net bij. En dan is mijn idee van, is dit systeem van de Dolphins zo moeilijk voor een quarterback om te bevatten? Of zijn het de coaches die ervan uitgaan dat hun systeem zo makkelijk is dat en daar tekort schieten? Want dan denk ik, McDaniel, oké, moet je je quarterback dan zelf niet beter begeleiden in plaats van hem aan zijn lot over te laten? Dus ik denk dat McDaniel daar misschien toch wel serieus tekortgeschoten is als headcoach en als offensive guru, de naam die hij toch krijgt. Ik vind de organisatie ook teleurstellend in die zin van, je weet, het is Tua, je weet, er is kans dat dat gaat gebeuren. Dat Skylar Thompson, uw backup is ook een probleem. Maar dat is een probleem dat we wel vaker zien in de league. Hè. Ze willen geen geld in die backup steken. Nee. Maar er zijn ook... Soms zijn er geen 32 quarterbacks die goed genoeg zijn om te starten. Ik ging net de bal terugkasten. Zijn er 32 starting quarterbacks waardig in de NFL? Nee, dat is waar. Dus, wie vinden jullie tot nu toe de beste ploeg in de NFL? Eén naam. Ik denk de ploeg die we vanochtend hebben zien winnen nog. Allee, vannacht. Voor mij de Ravens. Ja? Ja. Dat moet ik ook. Ja. En dat is de Chiefs een beetje negeren natuurlijk, maar het is de manier waarop. Want de Chiefs hebben nog niet verloren. Dus het... Nee, maar de Chiefs, de manier... Nu, ze zeggen altijd, je wint slecht spelen en winnen, dan win je kampioenschappen. Dat is de enige 2 juli. Echt in de... Wie vergeet ik? Detroit. Ik vind Detroit... Bij de absolute top horen. Ja. Ze spelen zonder Hutchinson. Hun defense is toch altijd degelijk zonder hem. En ik vind hun aanval zo... We hebben ons eerst gefocust op de AFC. Hè? Ja. Ik negeer Dennis even. De volledige NFL bedoel ik. Hè? Echt gewoon toekoer de beste ploeg van het eerste deel van het seizoen. We zijn 9 weken ver. Ik vind dat Detroit daarbij hoort, bij die 3. Ja, Baltimore, Kansas City en Detroit zijn voor mij de 3 best spelende ploegen. Ja, maar je had... De één ploeg gevraagd die indruk maakt en die de beste van ons. Ja, natuurlijk. Ja, inderdaad, maar Detroit kan je ook niet negeren natuurlijk. En zeker de manier waarop ze van Green Bay gewonnen hebben vorige week. Zonder Hutchinson dan. Mm. Ze zijn nu ook versterkt. Darius Smith is er nu bijgekomen om dat verlies op te vangen. Dus ik denk wel sowieso vorig jaar net gesneuveld in de NFC Championship game. Ze zijn wel een team om rekening mee te houden dit jaar. Maar dus Baltimore, zeggen jullie. Ja. Zeker ook met Derrick Henry. Ja, maar die combo, we zeiden dat alle 3, denk ik, voor het seizoen begon. De combo Lamar Jackson, Derrick Henry gaat werken. En dan zie je dat Lamar misschien nog beter is dan vorig seizoen. Individueel. Ik vind hem met momenten gewoon nog beter spelen. Hij haalt nog meer uit zijn ploeg. En Derrick Henry, die is gewoon... hij heeft hetzelfde drankje gekregen als LeBron. Dat hij gewoon, ondanks dat hij ouder wordt en hij dan zwaardere blessures heeft gehad, dat hij gewoon sterker of even sterk lijkt. King Henry, de naam zegt het zelf. Hij heeft al meer dan 1000 yards gelopen nu. Heeft in elke wedstrijd al een touchdown gescoord ook. Hij scoort er van 8-2 in tegen de Bengals. Ja. Wat dat het vooral is, is gewoon echt een puzzel die perfect samenvalt. Waardoor Henry is beter doordat hij Lamar naast zich heeft. Lamar is beter doordat hij Henry naast zich heeft. De aanvallende wapens die Lamar heeft. Met Zay Flowers die blijft stappen zetten. Mark Andrews die ook helemaal terug lijkt. Want dat was hij in het begin van het seizoen nog niet helemaal. Deontay Johnson is er ook bij gekomen. Maar die heeft vandaag nog niet veel gedaan. Of die heeft op dit moment nog niet veel gedaan. Maar in de breedte is dat wel weer... Als er een blessure is dat nog iemand extra dat je hebt. Het enige jammer voor de Ravens is dat hun defense een pak minder goed is dan de voorgaande jaren. Zag je vannacht ook, hè? Ja, zag je vannacht ook. Ze hebben verloren van de Browns, als ik me niet vergis, 2 weken geleden. Maar daar, het enige uitvlucht dat je daar zou, of excuus dat je daar zou kunnen gebruiken, is het feit dat het de eerste wedstrijd was waarin Jameis Winston als quarterback startte. En het is altijd moeilijk om als verdediging tegen een quarterback te staan die voor het eerst in een systeem werkt waar je hem nog nooit in zien spelen hebt. Dan weet je ook niet precies wat hij allemaal zal kunnen en doen. Maar als je ziet wat Jamar Chase vannacht met de defensie gedaan heeft van de Ravens, dan weet je wel van, oké, in de playoffs kom je wel de beste ploegen tegen, ga je ook de beste wide receivers tegenkomen. Ook Jaden Daniels heeft ook goed gespeeld tegen de Ravens. Je kan de bal daar niet ineens gewoon verliezen. Bij zijn eerste of tweede touchdown van Chase, denk je dat hij gewoon... Dekkingsfout. Je zag gewoon letterlijk... Ja, niemand in de buurt. Gewoon naar de bal zoeken en niet weten waar die is. Ja, dat zijn fouten die je niet kan veroorloven in de playoffs. Je kan daar nog mee wegkomen in het reguliere seizoen tegen bepaalde teams. Maar als het erom gaat, als het one and out is... Maar hoe met die defense heb je nu wel gewoon het gevoel dat je altijd
Je gaat altijd vooral de tegenstander moeten outscoren, omdat ze gaan blijven punten maken tegen u. Wat dat je natuurlijk wel hebt, je hebt er wel een paar op die defense. Ik denk dat Marlon Humphrey was, die weer een fumble forceert. Dus je hebt er wel een paar met die big play capacities hebben. Maar, is Tredavious White er nu ook niet getransfereerd van bij de Rams? Ja, die hebben een seventh rounder. Ja, dus die defensive backfield, behalve Lattimore dan, of Humphrey, is vrij jong. En ik denk dat ze White er gewoon bijgenomen hebben voor de ervaring en eigenlijk een soort extra coach op het veld te hebben, maar of naast het veld te hebben. Maar Lamar Jackson, ik weet niet of jullie het ermee eens zijn, voor mij is het wel nummer 1 MVP-kandidaat op dit moment. Ja, voor mij ook, maar ik denk dat Jackson heeft er zich nu bij neergelegd, of weet nu, ik moet dit team niet helemaal alleen op mijn schouders nemen. Ik heb ook Derrick Henry nu, die mij daarin kan helpen. En dat geeft waarschijnlijk ook een heel ander gevoel. En ook veel minder druk om te presteren. Maar los daarvan presteert hij 68% completion, 2379 passing yards, allemaal voor van achter cijfers. Ja. 505 rushing yards en 22 touchdowns. En dat is voor wat hij vannacht heeft gedaan, waar hij eigenlijk nog eens fantastisch was. Ik heb het er niet bij opgeteld, geen tijd voor gehad vandaag, excuses daarvoor. Maar ik vind hem... Ja, ik vind de combinatie met Henry is er, maar je merkt ook, doordat ze inderdaad elkaar wat voeden eigenlijk. Henry speelt eindelijk met een goede quarterback. Het is ook de eerste keer dat hij dat heeft. En Jackson is zo'n dual threat. Dat is... Ja, het is nu gewoon wachten voor iedereen. Van, gaat hij het eindelijk in de playoffs echt tonen? Hè? Dat is waar iedereen, denk ik, op wacht. Ja, dat volgende stapje. Maar ja, het is inderdaad... Daar moeten we nog een week of 9 op wachten om te zien wat er daar gebeurt. Hè. Absoluut. De Kansas City Chiefs, de enige ongeslagen ploegen op dit moment... Ja, ik ben het denk ik al 2 jaar aan het zeggen. Hoe? Ik ging zeggen, ik heb er enorme Patriots vibes bij. Dat ben ik al 2 jaar aan het zeggen. Dat is echt zo. Mahomes heeft dat ook ooit gezegd, denk ik, dat hem enorm naar Brady opkijkt en of ervan wil leren of dat als voorbeeld ziet. En dat zien we ook weer dit jaar. Zijn cijfers spatten er totaal niet vanaf. Zijn stats zijn totaal niet indrukwekkend. Maar hij wint de wedstrijden keer op keer voor de Chiefs. Je moet hem niet in je fantasy hebben. Je moet hem niet, misschien nu wel weer. Hij begint is weer aan met Hopkins die er is bijgekomen. Ja. Heeft hem wel weer een extra wapen waardoor hij meer aan het passen kan gaan. Maar het is ook week na week via Kareem Hunt die zijn yards haalt en de touchdowns binnenhaalt. Ze hebben een goede defense. Dat hebben ze vorig jaar ook bewezen. Het doet me echt enorm aan de formule van de Patriots denken. Gewoon een supergoeie quarterback. Mensen er rond die weten wat ze moeten doen. En een goede defense. Ja. En een coach die weet wat ze moeten doen. De defense van de Chiefs is echt sterk. Eigenlijk wordt daar redelijk weinig over gepraat, vind ik. Ja, omdat... Dat wordt zo, want dat, eigenlijk, daarom is de vergelijking met de Patriots heel, heel goed. Het is vanzelfsprekend dat de Chiefs goed zijn. Ja. Dat is normaal geworden. Ja, maar vergeet ook niet, de Patriots hadden ook een goede defense. Hè, met maar daarom, dat was toch ook vanzelfsprekend dat die goed waren? Tuurlijk, tuurlijk hebben de Patriots een goede defense. Daar gaan we niet over praten, want dat is altijd zo. Ja. En bij de Chiefs is dat nu ook wel al 2 jaar zo, of 3 jaar zo, waardoor dat we inderdaad dat niet meer zo opvallend is. Dus ik zie heel veel gelijkenissen en ze zijn niet het allercoolste om dat te kijken, alhoewel dat vorige week wel dan weer een pak plezanter was met Hopkins en was Kelsey die een target of 16 of zo had, waar ze overtime nodig hadden tegen de Buccaneers. Maar ze zijn weer goed op weg naar de number one seat. Dus. De reactie gezien van Baker Mayfield toen hij de toss verloor. Ja, blijft een jammere regel. Hè? Ja. Het blijft een belachelijke regel. Maar die wist ook gewoon Mahomes. Ze hebben hem al aangepast. Hè? Je moet nu al een touchdown scoren. Vroeger was een field goal ook voldoende. En in de playoffs krijgt in dat geval Baker sowieso ook de bal. Dat is heel goed. Hier. Ja. In de playoffs, ik vind het minder erg in het reguliere seizoen, omdat ik ook snap, je wilt niet dat uw spelers in een regulier seizoen 3 keer overtime moeten spelen, dat die de week erna ook kapot zijn. Dan vind ik eigenlijk het systeem van college vind ik dan ook wel leuk. Dat zo, in college overtime, en daar heb je soms wedstrijden 9 overtimes. Of 7 of 9 is het record daar, maar dat is gewoon, de bal wordt op de 20-yard-lijn gelegd en je krijgt 4 pogingen. Field goal, touchdown, zolang de score gelijk blijft, het gaat verder. Na de 2e touchdown ben je verplicht om een 2-puntconversie te scoren. Ja, maar het is telkens vanaf een 20-yard-lijn. Ja. Dus je hoeft niet het hele veld over te steken. Ja. En op die manier zit er ook veel meer animo in. Absoluut. Maar ja, maar de NFL denkt niet dat ze dat gaan. Nee, waarschijnlijk niet. Je zei het al, Leroy, DeAndre Hopkins erbij gehaald als extra wide receiver. Ik had niet gedacht dat dat meteen een succes zou zijn, maar die eerste match van Hopkins was direct een schot in de roos. En ik denk dat dat vooral eigenlijk heel goed gaat zijn voor Xavier Worthy. Die duidelijk nog moet groeien en stappen moet zetten. Heel snel is, maar...
bepaalde skills misschien nog verder moet ontwikkelen. Maar als je dan zo'n ervaren man als Hopkins daarbij krijgt, dat als je effectief het potentieel hebt wat mensen denken dat de Worthy kan hebben, dan is het stelen met de ogen voor hem. En ik denk dat dat ook inderdaad een van de redenen is dat ze Hopkins gehaald hebben. Hopkins, veteraan, die weet, voor mij loopt het verhaal zo stilletjes aan ten einde. Ik krijg nog de kans om een kampioenschap te winnen door naar de Chiefs te gaan. En ik ben ook bereid om aan die jonge mannen te leren wat ik kan. Of hoe ik het gedaan heb al die jaren. Ik heb niet vooral gedacht, maar je mag eindelijk mag ik eens met een goede quarterback spelen. Waarschijnlijk wel. Zoals ik zei, ik krijg nu de kans om een kampioenschap eindelijk te winnen. Mag het dus. Maar die allemaal meegemaakt heeft, die zijn lijst van quarterbacks is best deprimerend. Eigenlijk. Ja, maar het is ook geen given. Hè? Dat iemand wat hij al die jaren zelf geleerd heeft en gedaan heeft, om dat door te geven aan jongeren. Want uiteindelijk de NFL... Ja, is een harde wereld. Als iemand beter is dan jezelf... Denk is dat dat zodanig verschillende types zijn, waar Hopkins het altijd iemand is geweest die het moest hebben van zijn verfijnde route running en dat zijn misschien wel net de zwakke punten van Daarom. Hij kan het hem leren. Ja. Dat zijn de dingen die hij niet goed kan. Ja. Detroit, ik ben echt onder de indruk van die ploeg nog altijd. Dan Campbell, dat is zo de coach waar je voor door een muur gaat. Hè. We hebben ermee gelachen in het begin, hè, biting their kneecaps. Het is wel... Heeft het gelukt om ze daarvan te overtuigen? Ja, het is effectief gebleven. Ja, ik denk dat ik van in het begin gezegd heb, geloof die man. Ja, dat is duidelijk. Want hij is wel een heel goede playercoach. Was hij ook al als hij interim was van de Dolphins. Ze geloven erin. Ze geloven in zijn verhaal. Hij heeft ook de steun van de eigenaars. Chris Spielman, gewezen speler, zit daar ook mee in het bestuur. Dus de fundamenten die zijn er eindelijk voor de Lions om iets te gaan betekenen. Want die defense is sterk. Jammer genoeg is Hutchinson uitgevallen met vreselijke beenbreuken. Er wordt gezegd dat hij misschien nog terug zou komen als ze de Super Bowl zouden halen. Het zou mij gigantisch verbazen als je zag wat daarbij gebeurd is. Maar wel erg, want die gast was by far de beste verdediger van de NFL toen hij aan het spelen was. Ja. Die cijfers zijn nog altijd beter dan sommige mannen hebben na 9 weken. Ja. Ze hebben hem wel vervangen, maar Za'Darius Smith is goed, maar is niet van het Hutchinson-niveau. Nee, toch wel een heel capabele vervanger. Ja, dat wel. Ze moesten iets doen natuurlijk. Maar vergeet ook niet, Hutchinson, die blijft wel betrokken bij het team. Ja. Dus de mentale steun die hij kan geven, de tips die hij kan geven aan de anderen, dat blijkt ook wel belangrijk natuurlijk. Hè. En dan aanvallend, een dynamische ploeg, Jared Goff. Ja. De Lions hebben in de laatste 6 matchen 23 touchdowns gescoord. Goff heeft amper 22 incompletions in zijn laatste 22 matchen. In de laatste 6 matchen, sorry. 74,9% complete. Beste van de NFL. Hij heeft ook wel relatief weinig moeten gooien, heb ik de indruk, de laatste 2-3 weken. Maar ook 22 incompletions. Incompletions, dat kwam er moeilijk uit. Ja. In 6 weken is toch heel weinig, hè? Het is niet dat hij maar 5 passen per match geeft. Twee weken geleden was er wel een match waar dat ze elke kick-off en punt return tot op de 15 jaar terugliepen, waardoor dat hem dan 1 pas moest gooien voor een touchdown. Zijn naam wordt gescandeerd. Ja. En het blijft, ik vind dat verhaal, of misschien ligt het aan de media die ik consumeer of zo, dat blijft zo precies wel onderbelicht. Die is als salary dump-off naar de Lions getrade en dat was de Matt Stafford trade. Nee. Dat ja. was niet de Jared Goff trade. Nee. Zijn laatste matchen. 18 op 22, 12 op 15, 22 op 25, 18 op 25, 18 op 18. Oké, het zijn straffe percentages, maar het zijn ook weinig gooien. Ja. Bon, maakt niet uit. 20 gemiddeld pakt, inderdaad. Het is vooral straf hoe hij van compleet afgeschreven naar misschien wel weer een top 12 quarterback in de league kan gezien. Maar gewoon een headcoach die in je gelooft, receivers die in je geloven, goede chemistry met die receivers, is heel belangrijk. En dat geloof, dat was er niet meer bij McVay, bij de Rams. Nee, en volledig weg. Volledig weg. Het is nu eens een trade waar gewoon wel de twee ploegen... Goed van gewoon. Ook de spelers, want Jared Goff, het vertrouwen in hem was weg, maar hij had ook zelf geen vertrouwen meer in zijn eigen spel. Als je kijkt wie hij toen was een schim van zichzelf. Nu speelt hij met vertrouwen. En ik weet niet, die past bij Detroit. Ik had nooit gedacht dat ik Jared Goff bij Detroit zou vinden passen. Hij past gewoon perfect bij die ploeg, omdat het is niet de ploeg, het is niet de meest geraffineerde ploeg. Het is niet, alhoewel, dan ben ik zelf te streng, want Amon Ra is zo geraffineerd als ze maar komen eigenlijk. Hij past er gewoon. Ja. Soms kun je het niet uitleggen, maar hij past er gewoon. Ja, dat is echt zo. We hebben over goede quarterbacks. In de AFC, Josh Allen is ook weer een goed seizoen aan het spelen. Hij is geen MVP, nog niet, maar hij is wel de top 3 opnieuw.
Nee, maar als je ziet van, hij draagt nu ook het team. Hij heeft de verantwoordelijkheid nu en hij neemt die. En hij flipt niet meer bij die verantwoordelijkheid zoals het een paar seizoenen geleden gebeurd is. Maar want, twee interceptions. Ja, want als je merkt wat de veranderingen daar allemaal geweest zijn. Diggs die vertrokken is, nieuwe receivers. Hij moet zich ook aanpassen daaraan. Dus ja, ook Cook die nu daar de starting running back is. Dus hij moet zich daar ook allemaal aan aanpassen. En hij doet dat ook gewoon. Hij is echt matuur geworden. En ja, dat is... We hebben ook gewoon twee goede running backs. Het receiving corps is meer gebalanceerd. Hij is af van die druk waar hij blijkbaar mee zat van, ik moet een bal naar Stefan Diggs gooien. Ja. Ze hebben wel Amari Cooper nu gehaald. Zien hoe dat die daar nog in past. Maar ja, de Bills... Maar ook daar is hetzelfde verhaal. Beetje als, kan hij het ook in de playoffs eindelijk een keer... Maar het is misschien wel de beste versie die we van Allen al gezien hebben. Behalve dan die ene playoff match daar tegen de Chiefs. Die in de long november. Run, in de long run is hij gewoon is de meest efficiënte Josh Allen die we gezien hebben. Ja. Third down in de red zone is en die... En de brain farts die echt volledig weg zijn. Zoals ik zei. Maar 17 november, Bills Chiefs. Dat is iets om te ontcirkelen. Ja. Ja. Leuk. Ik mag hem jammer genoeg niet. Wat is het record van de... 7-2. Ja, oké. Okay. Ik ga ervan genieten. Ja, was ook tof, hè. Ja. Ik heb nog een paar dingen opgeschreven positief in de AFC. Te beginnen met Mike fucking Tomlin. Echt waar. Sommige ploegen hebben... Dat is het tegenovergestelde misschien wat je daarnet zei. Sommige coaches willen een systeem implementeren en werkt niet. Tomlin, die heeft een systeem. En wie dat je daar ook zet, dat marcheert. Offensief, Wilson heeft weer overgepakt van Fields en dat begint ook wel beter te draaien. Ja. TJ Watt is weer degelijk, degelijk is de defense punter, werkt. Het is de punter die het hem doet. Is de punter die het hem het doet? Het is de punter die het hem doet. Ja, maakt die het verschil? Corliss Waitman zit daar, hè? Maar het is ook niet... Onze Belg? Ja, maar die... Hey. Dus dan is het hem. Dan is het hem. Maar het is toch waanzinnig dat Tomlin dat opnieuw zegt eigenlijk. Dat de Pittsburgh Steelers gewoon opnieuw een ploeg zijn om... En... Maar ze zijn playoffs te verwachten. Ik heb ze altijd vergeleken met de manschaft. Daar ben je ook nooit mee klaar. En dat is hetzelfde met het Steelers onder Tomlin. Ik vind het eigenlijk niet echt plezant ook. Nee. Dat wilde zeggen. Maar het is efficiënt voetbal. Nuchter, efficiënt, zonder veel franjes. Grijs. Ja. Zwart of zwart, zoals ja, een zwart, shirt. Maar dat is ook... Ja. Maar het werkt. Voetbal, ja. En je bent er nooit mee klaar. En vooral het straffen is dat... Ik denk, ik weet niet hoe dat bij jullie was, maar ik heb wel even mijn wenkbrauwen gefronst van toen hij besliste om de switch te maken van Fields naar Wilson. Ja. Want Fields, het was niet wauw, maar het was zeker ook niet slecht. Ze haalden resultaten. En ik denk dat iedereen een beetje dacht van, what the fuck doet die nu? Die gaan nu naar Russell Wilson. Maar ja, Tomlin ziet dat iets beter voor deze offense. En wheels up, maar benieuwd. Dat werkt ook. En defensief, die hebben daar defensief een systeem. En datzelfde systeem werkt, maar één ploeg laat minder punten toe. Ja. Het is Washington Steelers dit weekend, denk ik. Ja. Oeh, dat is niet tof voor Daniels. Ze mogen hem goed mogen beschermen. Denk je bij AFC B-podcast ook zo, mijn voorspellingen mogen maar al na 4 weken, toen ik al overdreven hyped was. En voorlopig heb ik al elke match uitgespeeld. En nu heb ik tegen Steelers heb ik een los voorspeld toen. Dus, Oké. Omdat ik Daniels zag ik toen wel al de positieve kanten, maar ook nog de veel negatieve. Ik weet niet of ik nu geloof ik er meer in dan dat ik er toen in geloofde. Okay. Enkel de LA Chargers krijgen minder punten tegen. Voorlopig in de NFL denk ik nog geen 13 per match dat ze tegenkrijgen. Dat is een goede uitgangsbasis om echt te beginnen bouwen, want dat is het dit seizoen voor de Chargers. En Herbert is beter aan het spelen sinds hij terug is van die enkelblessure. Is hij ook weer, nog niet zo heel lang, maar is hij beter aan het spelen. Dus ik zie die nog wel effectief groeien in de tweede helft van het seizoen. Ja. Ja, ik denk wel. En zeker met Harbaugh, ook als headcoach. Mm. Alhoewel, ik heb die wedstrijd gedaan tegen de Chiefs en daar zat hij toch nog met het... de aanpassing was die nog niet volledig gebeurd, volgens mij. Want er is een play die kan gechallenged worden en hij challenged dan niet, maar hij neemt dan wel een time-out. Mm. Want was het een catch, was het geen catch van de Chiefs? En uiteindelijk wordt daar dan de beslissende touchdown gescoord. En daar voelde je aan van dat hij het systeem nog niet helemaal onder de knie had. In het college voetbal zit. Ja, dus na die 9 jaar moet je er terug in komen natuurlijk. Maar ik denk wel dat dat nu oké is. Maar zijn belangrijkste verwezenlijking is al het feit. Het werkwoord chargeren bestaat niet voor niets. De Chargers stonden altijd bekend als een ploeg die om de een of andere reden, op de een of andere manier, zichzelf week na week in de eigen voet schoot. En dat lijkt nu volledig... Dat lijkt voorbij. Ja. Behalve dan misschien inderdaad die challenge die had gekund. Maar nee, je hebt nu gewoon het gevoel, die ploeg, de fundamentals zitten juist. En terwijl dat daar misschien de afgelopen 5 jaar meer talent zat, hè? Prime Keenan Allen, Prime Eckler, de nog jongere Herbert. Het is niet dat ze nu op offense meer talent hebben. Nee. Ze hebben wel goed gedraft met die McConkie, die goed lijkt mee te vallen. Ja.
J.K. Dobbins, die misschien wel comeback player of the year kan worden. Een running back die na een Achillespees terug dit aan het doen is. Is straf, zeker als je nog eens rekening mee houdt dat hem 3 jaar geleden ook zijn knie echt volledig kwijt was. Ja. Maar gewoon een ploeg die fundamenteel gewoon lijkt te kloppen. Ja, maar zoals het vroeger bij de 49ers was onder Harbaugh. Hè? Daar zat je toch ook met een heel goede verdediging waar het mee begon. En dan van daaruit dan met Kaepernick die erbij gekomen is. Frank Gore. Ja, dus... Ja. De Houston Texans, die gaan zeker de AFC South winnen. Ik ben alleen nog niet helemaal overtuigd van hun spel. Het is niet de contender die ik had verwacht dat ze gingen zijn. Nee, het is by default, hè. Sowieso de AFC South. Lijkt me... Ja, de competitie die er is... lijkt mij ook niet zo sterk te zijn. Ze zijn 6-3 op dit moment. Ja, had ik ook wat anders verwacht. En ze zijn goed begonnen aan het seizoen. Maar dan toch ook weer een paar dingen dat je denkt van... hier klopt iets niet met die strategie. De offensive line valt wat door de mand. Ja. En Nico Collins, vooral hij. Hij zou normaal deze week, mag hij terugkomen van injured reserve. Ja. Heeft wel nog niet getraind deze week. Vandaag zouden we het eigenlijk moeten weten of hem misschien dat, gaat dat voor een kentering kan zorgen. Maar... Trouwens, veel blessures bij wide receivers dit seizoen. Ja. Echt ja. Veel. Dat zijn veel wide receivers dat je weet waar je niet echt op kan rekenen. Is echt belachelijk. Voor fantasy is het. Rashee Rice kapot. Ayuk kapot. Ja. Godwin kapot. Debo op en af. Semi kapot. Dan Nico Collins op IR. Stefan Diggs, ACL. De lijst is echt lang. Ik wil ook niet vergeten bij de Texans dat die natuurlijk Stefan Diggs ook kwijtraken. Ja. Wat ik ook trouwens niet tegen kan, maar dat is heel subjectief. Ik kan er niet tegen als Stroud niet zo goed speelt. Ik word er echt aan mijn hand van. Ik vind die gasten zo... Dat is een lijstje Jaden Daniels. Mannen die dat je graag wil zien spelen, die wil je ook niet slecht zien spelen. En door omstandigheden heb je ook al mindere matchen van hem gezien. Wat ook logisch is, het is een tweede seizoen. Sophomore slump. Dat gebeurt af en toe. Ja, dat is heel logisch. Hij heeft niet die uitzonderlijke quickness dat een Daniels wel heeft. Nee. Dus hij heeft net ietsje meer die offensive line nodig. Ook iets kleiner. Moet er nog meer van zijn arm hebben. Ja, moet er nog meer van... iets meer tijd nodig, iets meer van zijn arm. Maar ik zeg het, geef hem al Nico Collins als field stretcher terug. Dat zal al een groot verschil moeten maken. En ze gaan de playoffs halen. Dat is wel duidelijk. Ja. Gaan de Bengals de playoffs nog halen? 4-5 na die nederlaag tegen de Ravens vannacht. De offense zal het niet gelegen hebben. Nee, het zal... Chase en Burrow zijn goed aan het spelen dit seizoen. Hè? Het is gewoon de verdediging die ongelooflijk veel steken laat vallen op slechte momenten. Ook in vorige wedstrijden die ze hadden moeten winnen. En ook die start natuurlijk, hè, 0-3 beginnen. Mm-hmm. Dus het is eigenlijk al heel sterk dat ze nu op 4-5 staan. Met die offense zie ik wel de kans dat ze er geraken. Maar ze hebben natuurlijk wel de Steelers en de Ravens voor zich in de eigen divisie. Dus dat lijkt al een probleem te zullen gaan worden. Maar ja, anderzijds, er zijn 6 teams die 2-7 staan in de AFC. Dus ja, het is, de spoeling is dun, zullen we maar zeggen. En dan kan zo'n kwaliteitsoffense wel boven komen drijven en nog de playoffs halen misschien. Ja. Ja, vannacht was het wel nipt tegen de Ravens. Het kwam echt op een 2-point conversion aan, waar de refs het ook zouden vergroot hebben, volgens wat ik gelezen heb. Waarom ga je dan voor de 2-point en ga je niet voor de overtime? Ja, wel, dat verstond ik ook niet, omdat vooral er waren nog 30 seconden op de klok of zo. Ja. Burrow deed het meteen. Hè. Ja. Meteen, na die touchdown, meteen tegen een 2-point. Ja, ik denk dat Lamar nog terug in field goal range brengt. Dat is winnaarsmentaliteit ook. Hè? Ja, dat is, en eigenlijk wil dat zeggen, ik vertrouw mijn verdediging niet. Ik denk dat het voornamelijk... Dat ga je ook zo interpreteren, ja, absoluut. Ja. Maar dan nog, met 30 seconden. Je hebt er maar 35 nodig, hè. Maar Chase zei het ook vannacht, dat ik op dit niveau aan het spelen ben en Burrow op zijn niveau aan het spelen is van het seizoen. En we hebben een losing record, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Nu, de eerste weken waren ze ook niet zo goed. Hè? Chase zat nog met dat niet gekregen contract in zijn hoofd. Dat is nu achter de rug, dus ik veronderstel dat ze hem wel beloofd hebben dat hij dat nieuwe contract zal krijgen, dat hij beloond zal worden voor wat hij kan presteren en wat hij betekent voor het team. Dus die eerste weken, daar draaide dat team helemaal niet. Hè. Maar nu draaien ze wel. Ja. Burrow is weer helemaal fit, was in het begin van het seizoen ook niet 100%, wat ook altijd belangrijk is. Maar dat hij ook nog altijd naar zijn pols te grijpen en zo. Dus. Ja, afgelopen match, ik weet niet hoeveel touchdowns had hij, 3 of 4? 4. Voor de match had hij er 5. Ja, nu 4. Die is wel redelijk goed aan het spelen. Hè. Ik heb heel bewust, ben ik met positieve dingen begonnen.
Ik heb ook het mooie categorie we gaan straks hebben over de NFC. Ik ga er nog één... ik dacht nog even te zeggen van, als we dan over negatief beginnen, toch nog één positief. Dat zijn de Cardinals. Ik kan straks over de NFC hebben. Maar ook zo meteen heb ik nog wat meer positieve dingen over. Want ik dacht van, we hebben het positief, het eerste deel gedaan. Okay. Het is tijd voor de shitshows. Okay. Er zijn, altijd leuker. Er zijn wat shitshows. Ja, toch? Ja. Eén al, opvallend cijfer. Er is veel positiefs in de NFL. Er is ook veel crap. 28% van de NFL is 2-6 of 2-7. Ja. Dat is bijna een derde. Dat vind ik wel... Ja, opvallend veel. Waar andere jaren de spanning erin zat van wie gaat naar de playoffs, is nu de spanning van wie krijgt de eerste draftpick. Ik ga beginnen met Mr. Brainfart. Will Levis. Ja. 3 matchen op rij niet meer gespeeld, maar dat is de leukste shitshow die ik gezien heb van in jaren. Elke match deed hij wel iets dat meme-waardig. Echt. Wat hij gedaan heeft in de eerste, was het 4 of 5 weken? 5 weken heeft hij elke week heeft hij een achterlijke pas gegeven, iets heel lomps gedaan, waar ik niet bij kan dat je dat als professionele quarterback doet. Ja, ook al ben je jong. Is tweede seizoen zeker ook. Ja. Dat is een headcoach, heeft hem zelfs echt openlijk een paar keer gewoon veeg uit de pan What gegeven. What the fuck are you doing? Ik zeg ze zo. Liflezen, altijd mooi. Nee, maar het werd altijd wel gezegd over Will Levis, van het talent is er wel, maar snapt hem het helemaal? Of heeft Klopt. Hij het inzicht? Heeft hij de processor, zeg maar, om het even in computertermen te zeggen, in zijn hoofd, om een NFL-defense te ontleden in de 3 tot 5 à 7 seconden dat je hebt. En ja, het antwoord lijkt daar nu al heel duidelijk nee op. En zeker als je dan het contrast ziet, sorry dat ik er hem weer bij haal, maar met een rookie Jaden Daniels die door niks overweldigd lijkt, dan is gewoon duidelijk, mocht jij nog de beste computer ter wereld hebben, als er geen goede processor in zit, ga je daar geen goede games kunnen opdraaien. Hè? Mooi. Mooi vergelijking. Ja, ik weet niet of het IT-nerds zullen mij wel laten weten of het steek hield wat ik zei. Geen idee. Het kwam goed in mijn hoofd. Dus. Ja. Met een processor zei dat het goed was. Maar ja, ik ben ook aan het denken, ik probeer zijn flaters van het begin terug voor de geest te halen. Die ene waar hem op zijn knieën zit. Dat is een hele goeie. Ja. Oké, dat die ineens opzij gooit. Ja. Opzij shuffelt. Zo'n random pitch uit het niets. Zo random wegsmijt. En ik begrijp het niet. En het erge is, als zijn eigen coach het ook niet begrijpt, dan weten we dat wij niks verkeerd zeggen. Ja, nu die coach heeft hem geërfd. Hè. Hij heeft hem niet zelf gekozen, dus het zou kunnen zijn dat daar einde verhaal is. Zeker als ze zo blijven spelen en er een vroege keuze aan zit te komen. Dat is het enige, doordat je zegt dat er zoveel ploegen 2-7 zijn, je voelt dat zowel ook een beetje van... Oké, er zit ook wel deels een slop in het seizoen. In die zin van, eigenlijk zitten met ploegen waarvan dat je denkt, die hun grootste ambitie dit seizoen moet zijn, om vooral geen match meer te winnen. Mm-hmm. Ja. Zodat je zo hoog mogelijk kunt pikken. En dat is ergens... Eén iets wat ik beter vind aan de NBA dan aan de NFL, is het lottery-systeem. Hè? Niet tanken om te tanken. Ik vind dat de NFL daar wel een keer mag van afkijken. Maar... Ja. Mm. Shitshow 2. Ja. De New York Jets. Wat, kom op, Leroy. Ja. Met een beetje wc-papier kunnen we dan nog opruimen. Ja, dat is waar, maar we hebben het over de eerste 9 weken. Hè? En niet over wat er nog gaat komen. Het is een review van wat er geweest is. Het is toch een shitshow geweest. Ik denk dat het feit, want het is maar in januari natuurlijk, hè, dus dit seizoen is eigenlijk verloren, maar dat Woody Johnson terug ambassadeur zou worden in de UK, dankzij de presidentsverkiezingen, en dat hij... zijn handen aftrekt van het team en die zelf beslissingen gaat nemen als eigenaar zonder iemand daarin te kennen, denk dat dat misschien wel een opluchting zal zijn. Niet vooral de quarterback die de beslissingen neemt? Well, het is vooral de eigenaar die na 3 weken beslist heeft van ik gooi mijn coach op straat. Hè. Nou, het was natuurlijk ook geen geweldige coach. Hè. Bist we voor het nee, dat is ook wel waar. Maar we hebben het vorig jaar ook aangehaald. Hè. Hij wordt daarvoor het feit gesteld van Rodgers komt. Rodgers brengt zijn vriendjes mee. Rodgers en vriendjes doen het niet. Wat doe je dan? Dan neemt hij zelf de beslissing eindelijk van... Ja, ik ga hier die offensive coordinator aan de kant schuiven. En hij zegt het op de terugvlucht uit Londen. En de dag erna staat hij zelf op straat. En is die offensive coordinator nog? Is hij wel geen... Ja, doet hij wel de playcalling meer tijdens de wedstrijd? Maar hij is er wel nog steeds. Dat is toch... Maar dat zegt alles over hoe die organisatie ook nu nog daar is. De offensive coordinator is er nog. Dus degene die de aanval bepaalt, maar hij mag de plays niet bepalen. Nee. Waarom is die er dan nog?
Omdat hij goed bevriend is met Aaron Rodgers. Maar dat is bullshit, hè? Ja. Dat is zo belachelijk. Ja, hij heeft nog een vriendje gehaald, Aaron Rodgers, sinds het vertrek van de coach. Want dat was dan 2 dagen later, denk ik. Devontae Adams. Hij was de trade met Devontae Adams er. Ja. Oké, een goede speler. Heeft hem ook wel bewezen afgelopen week. Maar is het echt... Allee, de Jets... Zijn die nog deels aan de toekomst aan het denken? Of is dat gewoon Rodgers die nu beslist en de wonderlijke wel achteraf? Want als Rodgers weg is, wat gaat het dan doen met Devontae Adams? Je hebt er weer draftkapitaal voor opgegeven dat je misschien wel nodig kunt hebben. Enfin, als je meedoet dit jaar voor de prijzen, dan moeten we zwijgen. Hè? Als het een LA Rams verhaal is, waar dat je inderdaad al ingaat en weet van... En op een correcte manier de processen gedaan heb van oké, die gaat onze ploeg beter maken op dat vlak en op dat vlak, waardoor dat we kunnen competen. Dan is de NFL. Soms moeten op een bepaald moment gewoon beseffen van we zitten in deze situatie en we moeten nu al ingaan. Maar je mocht dat niet forceren dat het knarst aan alle kanten. En dat gevoel hebben we gewoon bij de Jets. Want bij de Rams destijds hadden ze een Matthew Stafford die nog altijd in zijn prime was eigenlijk. Ja, Rodgers is niet meer prime Rodgers. Die heeft af en toe eens goede momenten, maar dat is de ene week wel en dan 2-3 weken niet. En dan is hij nog altijd met momenten degelijk, maar is nooit meer een match Aaron Rodgers. Dat is Aaron Rodgers een top 10 quarterback op dit moment? Nu, wat, nee. Nee, toch? Hè? Nee. Laat mij 10 dagen geleden opnemen en ik zeg 100% nee. Maar vorige week heb ik voor de eerste keer het gevoel tegen de Texans, dan heb ik... Bij een top 10 quarterback? Nu, let op, het ja, was... top 10 niet. Nee, let maar... op, hè. Het was Halloween, hij was verkleed als de oude Rodgers. Maar je zit daar snel aan, hè, als je denkt... Ja, nee, klopt. In top 10 niet. Nee. Allen is beter. Mark Jackson is beter. Ja. Burrow? Ja. Stroud? Ja. Ja? Mahomes? Denk ik ook, ja. Herbert? Ja. Ja. Daniels? Ja. Ja? Ja, cool. Prescott? Individueel, hè? Even individueel. Moeilijk. Moeilijk. Zou ik in dezelfde categorie zijn. Jared Goff? Oh, op dit moment wel, ja. Jordan Love? Fit? Ja. Ja. Mm-hmm. Stafford? Ja, nu ook wel volgens ja, mij. Ja, dat is receiver. Brock Purdy? We zitten al aan 10. Ja, okay, ik wil zeggen, we zitten nu al aan 10 en we kunnen nog verder blijven gaan. Ik bedoel, zijn plafond kan wel in die top 10 zitten. Hij kan wel het niveau halen om zijn ploeg over de streep te trekken. Maar... Ook op die leeftijd nog, na die zware blessure, ik weet het niet. Hij is de 40 voorbij, hè? Het is vooral... Ik heb vooral het gevoel, hij is niet bezig met de ploeg beter te maken of zo. Mm. Ik ben in Londen gaan kijken en daar was tegen de Vikings. En dat ik... 10 keer een optie zie van, gooi nu gewoon die simpele bal naar Breece Hall en je hebt een first down. Maar nee, hij probeert Lazard 40 yards een bom te gooien, omdat hij wil iets te veel de man zijn en het zelf ook overal gaan uitleggen. Het is echt gewoon een worst naast het veld. Hè. Het is echt gewoon een onderlul. Hè. maar ik zag hem zo graag spelen vroeger dat het nog altijd pijn doet om te zien wat een hoedlul dat is. Echt, dat stoort mij. Dat is echt geen een plezante mens gewoon. Ik denk dat ook niet. Hij heeft trouwens ook de Fountain of Youth, hè, de fontein van de jeugd gevonden. Water met cayennepeper. Ja. Ah, okay. Dat heeft hij blijkbaar zelf gezegd. Space Jam fles. Daar is hij nu mee bezig. Water met cayennepeper. Blijkbaar zorgt dat ervoor dat je minder ontstekingen en zo krijgt, dat alles beter herstelt. Dat was in de tijd van corona dat hij zich met een paardenmiddel liet inspuiten, omdat hij de gewone vaccins niet vertrouwde. Ja. Voilà, kijk. Go Jets. Go Jets. De andere ploeg in New York? Moeten we dat een shitshow noemen? Ik weet het niet. Ze zijn gewoon niet goed. En ik vind dat erg, want Malik Nabers, rookie wide receiver... Ik vind hem een fantastische speler. 55 catches. Tweede rookie ooit om meer dan 50 te hebben na 7 weken. Geeft die een goede quarterback. Ja. Ik vind dat die enorm savoir roeien met de riemen die ze hebben. De Giants. En daarom kun je het geen shitshow noemen, vind ik. Omdat Daniel Jones zo'n slechte roei is. Omdat die speelt savoir, vind ik. Maar dat is duidelijk, dat is geen top 25 quarterback. Dat is een perfecte backup om te hebben, Daniel Jones. Maar hoe lang zit ze daaraan vast met zijn contract? Nog 4 jaar, denk ik. Een stevig bedrag, hè? Ja. Ja. Maar hij is toen ook geblesseerd geraakt, hè, 2 keer. En dan uitgevallen. En, Maar Malik Nabers, trouwens, ik zie die graag spelen. Ja, die is epic. Die is echt... Zalig. Ik heb het geluk om nu zondag de wedstrijd in München te doen. Ah, oké. Okay. In München zelf? Nee. Jammer genoeg niet. Maar... Daar zou ik je 6 uur voor rijden. New York Giants tegen de Carolina Panthers. 2 keer slecht kan goed betekenen. Hè? Maar... ik troost mij met die gedachte. Ik wou zeggen, hoe hard geloof je dat zelf? Ik troost mij met die gedachte. Ik ga in de kerstvakantie naar New York. Ik was gaan kijken. De Giants spelen dan tegen de Colts.
Dus dat tickets gaan misschien nog meevallen. Ja, dat gaat maar cheap zijn. De datum is toch niet echt bekend. Dat het gaat ook cheap zijn. Het is ook Eagles tegen Cowboys. Dat gaat niet betaalbaar zijn. Jawel, het is betaalbaar voor helemaal van boven. Maar wil je, dit, wil je gaan kijken naar Eagles tegen... Je gewoon gaan tailgaten en dan op groot scherm kijken. Maar wil je gaan kijken naar Eagles tegen Cowboys? Met hoe de Cowboys dit seizoen aan het spelen zijn? Maar de Eagles zijn wel leuk natuurlijk. En de sfeer gaat wel fijn zijn in Philly. Ik denk inderdaad dat de sfeer leuker zal zijn in Philly. Enkel opletten voor en daar gaan we weer... Sneeuwballen met batterijen in, mocht het sneeuwen. Ja, dat is en nu heb ik weer de toorn van alle Eagle-fans op de nek. Ja. Maar de Cowboys. Ik was ervan overtuigd dat ze goed erin... naar de NFC. Ik heb nu gewoon een algemene... Ah, alle shitshow. Shitshow is samen. Het is positief. Ja. Daar sorteren we niet in. Het is eerst begonnen met u heel blij maken. Ja. Even Jurgen een beetje depressief maken. Positief, EFC. Alle shitshows en dan terug positief eindigen. Ik denk dat als een volledig psycholoog aanpakt. Ja. Proces. De Cowboys. Kijk, ze hebben blessureleed gehad. En Mike Parsons is al even oud. Die zou terugkomen. Dak had nu een paar weken missen, maar daar ligt het niet aan. Het was ook al slecht toen Parsons er wel bij was. Wat was de comment op onze preview show? Ah nee, dat ging over de Browns. Daar gaan we de Browns. De Browns komen ze beat, ja. Maar het ergste aan de Cowboys is dat ze het niet beseffen. Allee, het ownership beseft Jerry Jones is denk ik labiel of zo op dit moment. Of licht dementerend. Die is oud. Ze hebben een 4th-round pick voor Jonathan Mingo gegeven. Die ze waarschijnlijk voor een... Maar Leroy, je vergeet dat. Die is ouder dan Joe Biden, hè? Uh-huh. Ja, maar je mag dat niet vergeten. Jerry Jones is ouder dan Joe Biden. Maar mensen moeten hem toch tegen zichzelf beschermen. Zeg, tuurlijk. Okay, zeg, we gaan dat doen, Jerry, en doe iets anders. Maar ik denk niet dat dat kan. Dat is de Romeinse keizer. Mooi is dat een duimpje dat zo gaat. En dan wordt onterfd en is het gedaan. En zijn zijn kinderen, die gaan toch niet... Oh, joh. Ja. Maar inderdaad, die weten ook hoeveel jaar nog wachten. En het is echt aan ons. En dan is het mijn beurt. En hopen dat je niet eruit geschrapt wordt. Daar komt het op neer. Maar het is wel gewoon heel pijnlijk. Hè. Dak Prescott nu op injured... Nog niet zeker dat hem op injured reserve gaat, maar ik heb het gevoel dat het wel eens shut him down for the season zou kunnen zijn. Is Lam is ook geblesseerd? Ja, maar week to week. Maar niet zo erg, ja. Waarom zou je die ook riskeren? Voilà. Ja. En dan is de vraag, waarom steekt je dan een 4th-round pick in een wide receiver dat je veel goedkoper had kunnen krijgen? En headcoach, ook het feit dat McCarthy daar is mogen blijven zitten aan het begin van dit jaar, is iedereen haalt jonge... vernieuwende coaches. Hmm. Ja, zij halen iemand die met een leugentje om best wil binnengeraakt is. Want hij had gezegd, het jaar nadat hij door de Packers ontslagen was, dat hij zich helemaal bezig gehouden had met die nieuwe tendensen van met statistieken en computers. En achteraf gaf hij dan toe van, eigenlijk heb ik dat niet gedaan. Dus ja, ik bedoel, oké, alleen daarom, als ik met zo'n argument ergens ga solliciteren en ik word aanvaard en dan blijkt dat allemaal niet waar is, dan... En dat je die job dan ook blijft houden. Dan ben je nou een job kwijt en de nieuwe krijg je ook al niet meer. Nu, zijn oude job was hij al kwijt natuurlijk. Daar niet van. Maar voor mij is dat misschien wel de grootste shitshow eigenlijk, de Cowboys. Ja, maar heeft hetzelfde, de tweede grootste shitshow. Maar Jerry heeft hetzelfde gedaan met Garrett. Hè. Die heeft ook zijn hele contract mogen uitdoen. Dus ja. Ja, maar... Als fan is dat toch wel heel frustrerend. Dan heb je toch wel echt het gevoel van he don't care, zolang dat hij maar geld eraan verdient. Nee, wordt weer all dat, in, hè. Ja, wat ik hoorde is dat Jerry Jones ook nog altijd te veel hoopt op... erkenning dat hij vindt dat de tijd van Jimmy Johnson, dat Jimmy is, de coach van de Cowboys toen, dat die alle erkenning heeft gekregen als architect van de ploeg en dat hij nog altijd vindt. Ja. En ik dan? En ja, als uw ego's te groot is, dan werkt het niet. Hè? Ja, maar dat is een beetje het probleem met de meeste eigenaars in de NFL, dat ego. Ja, het is... De Cowboys, ik weet ook niet wat ze... Als het dan niet goed gaat, tank dan inderdaad volledig. Ja, aanvaard het. Aanvaard het. Maar heeft die vierde ronde niet weg. Maar als je die wilt halen, haalt hij op het einde van het jaar voor de zevende of zo. Maar als je nu verder gaat en je wint 6 matchen, dan ben je zo slecht, maar niet slecht genoeg. Ja, het enige wat daar een beetje in pleit is, je hebt je quarterback. Of daar ga je vanuit dat je quarterback hebt. En uiteindelijk is dat de allergrootste drijfveer om te tanken is... Om te tanken? Te tanken. Oh, tanken ook, ja. Ook. Om te tanken is vaak een quarterback de drijfveer daarvoor. Maar het grote probleem is, die hebben ook wel wat contractverlengingen en zo. Want Micah Parsons zijn contract loopt af, denk ik. Die loopt inderdaad af. Ik denk niet dat hij al bijgetekend heeft. Nee, CD heeft wel bijgetekend. Maar dat heeft ook aangesleept. En ik weet ook niet
Hoe Prescott, hard dat een Prescott rol heeft gespeeld in het begin van het seizoen. Dak Prescott zijn contractverlenging heeft aangesleept. Ja. CeeDee Lamb. Als je dat aanpakt in het offseason en je kan aan het seizoen beginnen zonder dat... Voor zo'n mannen is dat belangrijk. Ja, voor die twee. Maar op zich, aan die twee heeft het ook niet echt gelegen. We hebben gewoon altijd wel gezegd in het begin van het seizoen van... Die ploeg is veel te dun. Uw running back is ziek. Het lichaam, het lijk van Zeke Elliott. En God beter Rico Dowdle, omdat je gans uit in de draft-app zit te rondlopen van we gaan die pikken, waardoor dat de Panthers er zijn mee gaan lopen eigenlijk voor je neus. Uw tweede wide receiver was Brandon Cooks. Of nogmaals, het lijk van Brandon Cooks op dit moment. Ja, uw defense geeft wel een ster met Micah Parsons. Is maar je zet uw defensive coordinator kwijt. Die nu met de Commanders de wereld aan het veroveren is. Ja, dat is gewoon super pijnlijk voor onze cowboytjes. Ja, echt. Shitshow nummer 1? De Browns. De Cleveland Browns. Ja, de kleur is niet zomaar gekozen. Nee, voilà, exact. Goh. Het duurste roster van de hele NFL. Hè? Ja. Duurste roster. En ze hangen er nog jaren aan vast. Tenminste, ze hangen jaren vast aan... Ja, een van de allerslechtste trades in de geschiedenis van... Zeg maar de slechtste. De slechtste trade. Ik wou de Browns-fans nog een klein beetje en vooral opgeven. Omdat het ook niet enkel sportief damage aan uw franchise heeft toegebracht. Hè? Gewoon omdat je getoond hebt. Wij zouden er alles voor over hebben. Dus nooit zetten we hier een moordenaar onder quarterback. Het maakt ons niet uit wat de ethische principes zijn van de mensen die voor ons spelen. Als ze maar iets kunnen en dat hij dan nog blijkt ook niets te kunnen, dat is gewoon de beste vorm van karma die er is. Het spijt me. En Watson was ooit echt waar een fantastische speler. Goed. Mensen zijn dat vergeten, maar absurd. Die mens is gewoon ook... die is ook ergens mentaal kapot. En ik weet niet of we daar compassie moeten mee hebben. Ja. Ik denk het niet. Want op het veld, je zag ook dat hij totaal geen... Desinteresse. Geen vuur. Ja. Tegen zijn goesting stond hij op het veld. Op een gegeven moment play gewoon al van het veld beginnen wandelen. Dat ze dat eigenlijk... Want ze hebben eigenlijk een goede head coach daar, hè? Ja, Stefanski is een goede coach. Hij is coach van het jaar geweest, hè? Twee keer. En dan denk ik wel. Oké. Maar dan, als je dan echt een goede head coach bent, dan zeg je: fuck it, ik ben weg. Maar dan zeg je: ah ja, zo. Maar... Nee, dan fuck it, ik ben weg. Ja. Er zijn maar 32 jobs ook, hè? Ja, maar als je echt een goeie bent, dan kom je wel terug als coördinator. Gaat het dus nooit zijn een college. Weet je van Tennessee weer die ontslagen is vorig jaar? Vrabel. Hij heeft nog altijd geen coach, geen ploeg, hè? Als head coach. Maar dat is iemand daar ook van verwacht. Die ga je direct halen. Ja, maar Dennis, wat is er belangrijker? Een job hebben of welke dag recht in de spiegel kijken? Maar bij die coaches... Als ik de kans zou... Ik zou iemand kunnen aannemen bij ons. En ik weet van, dat is echt een verdorven mens. En ik moet er elke dag mee samenwerken. En van bovenaf krijg ik instructies van, je moet ermee samenwerken. Dan denk ik van, oké, ik leef maar één keer. Er gaan wel andere dingen zijn waar ik mij beter bij voel dan met zo iemand samenwerken. En je bent ook nog verantwoordelijk voor die 52 anderen die bij u spelen. Ik vind dat absurd. En ik snap... het is makkelijk spreken hier vanuit met een zetel en zonder een paycheck van zoveel miljoenen. Maar bon. We doen dit gratis, hè? Ja, we doen nog altijd allemaal gratis dit, hè? Maar dus, ik denk... Dan mag je iets meer zeggen daarom, hè? Goh, naar Stefanski toe. Ik denk dat je ook de achtergrond, de familie... Ja, zijn gezin telt ook, hè. Als je dan zomaar... daar moet je toch ook wel rekening mee houden. Het leven van een coach is al zo... Als je ontslagen wordt, als je ontslagen wordt. Als je ontslag pakt, dat is iets anders. Dat is het probleem. Wat doet dan? Start dan met Winston. Dat ze u moeten ontslaan. Dat is voor mij het logische. Ik vond Winston hoe dat die gereageerd heeft we hebben het over Deshaun Watson voor de mensen die mee zijn, dingen die zijn gebeurd en ook al is en ja vallen en ook al er zijn heel veel mensen die reageren er zijn settlements onderlinge overeenkomsten gekomen er zijn genoeg getuigenissen die het heel duidelijk maken wat daar destijds gebeurd is. Dus mensen moeten dat maar opzoeken als ze dat willen weten. Een beschikking maakt u niet onschuldig of zo. Maar hij raakt dan geblesseerd. Hè? Zware blessure. Ja. Dus out for the season. Gaat heel lang moeten revalideren. En dan James Winston die zegt, iedereen was altijd tegen hem en heeft tegen alle vooroordelen moeten opboksen. Daar krijg ik ook eerlijk gezegd vliegend scheid van. Als je... En ik snap dat je dan wil opkomen voor je ploegmaat, maar kom aan, je ploegmaat heeft, los van wat er naast het veld gebeurd is, heeft hij in de club jullie ook zelf geboycott eigenlijk. Dus die heeft jullie slecht gemaakt. Waarom? Ja, ik vind dat heel bizar. De enige omstandigheid dat ik daar zie, is, je ziet die zijn Achillespees scheuren, dus je weet van... Dat is vreselijk. Dat staat er los van, dat is vreselijk. En je weet ook, ik riskeer hier elke week, week na week, echt op een zotte manier mijn lichaam.
En die mensen in het publiek zijn hem beginnen uitlachen uit jou met zijn blessure. En zelf dat vind ik ook een beetje, heb ik een beetje een raar gevoel bij. Ergens denk ik dat dat wel bij de spelers, bij Dan Winston bijvoorbeeld, het gevoel krijgt van oké, uiteindelijk zijn we een soort van moderne gladiatoren. Dat is en niet they, they don't care about us. Ja, ja. Dat snap ik ook. Dat is maar dan nog moet hij inderdaad niet... Maar dat is voor mij de ene verzachtende omstandigheid. Van we zijn geen beesten. Daar heb je helemaal gelijk in, absoluut. Ja, maar waar dat er ook voor een deel in zit, ze hadden vorig jaar een heel goede backup quarterback. Ja, die heeft ze naar de playoffs gebracht. En die moet dan vertrekken, omdat Watson aanvoelt, die is populairder dan ik. Ja. Bam, weg. En Winston komt dan in de plaats. Oké, goed. Ja. Winston mag Watson dan dankbaar zijn. Ik weet niet of dat zijn manier was om hem te bedanken. Maar uiteindelijk, ik denk, heel die kleedkamer, die sfeer, die is... Het is giftig. Het is gewoon... Echt? Je blijft investeren in een verloren zaak en je maakt het enkel rotter en rotter omdat je jezelf niet wilt toegeven van we did fuck up big time. En ergens moeten er is niks erger dan u dat te blijven ontkennen. En ergens begint het met een soort van aanvaarding. Fuck, we hebben een stom contract uitgegeven, we hebben een belachelijke trade gedaan. Ja. We gaan daar drie, vier jaar nog van afzien. Oké, maar dan so be it. Cut ties met Watson. We werken met wat we hebben, dus nooit spelen we met alle slechtste spelers dat er zijn. En dan kunnen we er over 3-4 jaar tenminste weer wat aan beginnen. En ze hebben de coach om het beste uit de spelers te halen die er zijn. Dat heeft Stefanski al bewezen. Dus ik snap het ook niet, maar goed. En je kan altijd een lucky shot hebben. Hè? Brock Purdy, we vinden het allemaal maar vanzelfsprekend dat er een starting quarterback bij de 49ers is. Nooit vergeten, laatste pick in de draft. Je weet nooit wat daar ineens uit gaat komen. Kijk naar de draftclasses van de Rams de laatste 2 jaar. Die zaten ook in de shit met een roster, maar die hebben gewoon zot veel gepikt. Die hadden vorig jaar massaal veel rookies en daar zitten een paar vondsten tussen. En je bent weer vertrokken. Hè? Ja. Als je blijft vastklampen aan iets dat rot en soms moeten de tumor gewoon wegsnijden. Want de Browns fans gaan kwaad op je worden. Maakt niet uit. Ze waren voor het seizoen ook al. Ja, sleep maar on the Browns. Ik heb gereageerd na 3 weken. Oké. Derek Carr. Dat is ook een beetje een shitshow op zichzelf. De eerste quarterback ooit die nu verloren heeft van 31 verschillende NFL-ploegen. Dat is ook een verdienste. Kan erger, hè? Het kan erger. Ja, dat is 32 kunnen zijn. Maar toch proficiat. Dat wou ik gewoon even zeggen. Maar dat is ook ergens een verdienste. Ja, absoluut. De meesten blijven niet zo lang in de league. Dat is waar. Zoveel ploegen gespeeld hebben. En ook verdienste. Het heeft langer geduurd dan gedacht voor de supporters hem zijn beginnen haten daar. Ik had gedacht dat het sneller zou zijn. Nu, het begin van het seizoen was ook ongelooflijk. Ze hebben daar 2 keer meer dan 40 punten gescoord. En dan denken ze van, wauw, tof. En dan opeens, en dan nu Olave die ook nog geblesseerd geraakt. Door Carr, tussen haakjes. De manier waarop hij die pass gooit over het midden. Ja, maar ja. En zijn wide receiver blootstelt aan die hits. Het is niet voor niks dat Brady erop opgesprongen is om te zeggen van dit is wat ik bedoel. Hè? Want dat deed hij. Brady heeft dat nooit gedaan. En dat maakte hem ook zo geliefd bij zijn receivers. En je weet, ik ben geen Brady-fan. Maar dat was wel iets waar hij aan dacht. En Carr blijkbaar. Er zijn veel mensen tegenwoordig geen Brady-fan. Ik heb nog niet veel enkel flarden gehoord van hem als commentator. Ja, vooral in de red zone stukken gehoord. Maar blijkbaar is het... is het geen hoogstaand niveau in vergelijking met de andere. De ene job is de andere niet. In vergelijking met Romo en met Romo Olsen. Is ondertussen Olsen. Ja. Romo is ook wel van zijn glans verloren. Blijkbaar terug goede matchen. Ik kijk vooral red zone, dat is gemakkelijker om vooral veel mee te zijn. Over Brady gesproken. Ja, de Las Vegas Raiders hebben een nieuwe mede-eigenaar. Dat is een shitshow, eigenlijk. Ja, dat is ook een shitshow. Daarom staan ze in de lijst staan. Het enige positieve is dat ze een nieuwe mede-eigenaar hebben. Is dat positief? Ik vind dat nog altijd raar. Dus Tom Brady wordt mede-eigenaar, maar hij is ook commentator, dus dan mag hij niet meer negatief zijn over de scheidsrechters. Nou, sowieso commentatoren in de Verenigde Staten zijn niet negatief over de scheidsrechters of over de NFL. In de NBA wel, ik kon het zeggen. Ja, maar NFL dus niet, hè. Allee, hangt er vanaf wie in de NBA. Ja, maar dat is ook onnozel, hè. Ja. Als slechte beslissingen zijn, zeg je toch dat het slechte beslissingen zijn. Ja, maar dan worden ze... Ja. Maar de Raiders inderdaad, ook een shitshow. Dat is ook huilen met de pet op. Ze hebben daar nu North Turner binnengehaald als consultant. North 8. Zijn zoon, Turner. Weet hem. Scott Turner. Ja, Scott Turner. Die is nu offensive coordinator. Nu, Getsy was ook geen groot licht natuurlijk. Hè. Die heeft het eerste verknald met de Bears. Daar, dus dan denk ik van, waarom haal je die man binnen? Daar riep het voor mij al fout door Antonio Pierce te houden. Ja. Dat is... waan van de dag. Absoluut. Ja. Nog 3 dingen die ik bij tussen aanhalingstekens shitshows heb gezet. Eén daarvan is Trevor Lawrence. Ik weet niet of dat een goede quarterback is. We hebben hem 2 jaar geleden, denk ik, heb ik gezegd van nu gaat het moment worden. Maar die is binnengehaald als toen de nieuwe... De Messias.
Een godenzoon, ja. De nieuwe Messias. Hij wordt het, een generational talent. Ja, ik zeg, er, talent is er. Generational. Ik zeg nog altijd niet nee en ik zeg nog altijd niet ja. Ik ook niet. Maar voor echt en een top quarterback te worden. En ik zeg nog altijd, dat eerste seizoen heeft hem genekt. Met Urban Meyer als headcoach. En ik ben ook nog altijd gevallen van wat ze daarna gedaan hebben op headcoach. Ook al, ja. Je moet daar wat echt ze nu doen, Doug Peterson is nu ook niet echt... Ah, wel, dat was een offer. Ja. Ik bedoel, van daar hadden ze echt een jonge, progressieve headcoach ook moeten opzetten. Die beslist van, ik heb hier Lawrence, dit is hoe de NFL tegenwoordig werkt. Ja. Zo ga ik het maximale uit Lawrence halen. Want underlying stats zijn best oké. En het probleem is, hij was nu weer naar zijn beter niveau aan toegroeien. Maar hij gaat nu niet spelen dit weekend, want de operatie dreigt als aan een schouder, dus we krijgen Mac Jones. Ja. Ik ben nog steeds undecided op Lawrence. Mac Jones, stel je voor dat hij ineens goed blijkt te zijn. Sam Darnold, ik bedoel... Dat is een beetje... Sam Darnold is een verklaring voor waarom dat we Lawrence niet mogen afschrijven. Ja. Okay. Misschien niet bij de Jaguars, hè? Misschien bij een ander team. Okay. Nog twee shitshows. Anthony Richardson. Die heeft zijn eigen carrière toch wel serieus getorpedeerd. Eén, door beetjes en spel. Twee, door zichzelf te laten vervangen. En dan te zeggen, ja, ik was moe. Ja, maat. Als dat de quarterback is waar je als team en franchise rond wil en gaat bouwen, een gast die gewoon zegt, ik was te moe, dat is onaanvaardbaar. Een van de redenen waarom dat we zeiden waarschijnlijk ook van dat je naar Philadelphia moest gaan en niet naar de Giants tegen de Colts. Maar come on. Goh, ik was toch zo hoopvol voor het seizoen over die gasten van Richardson, want fysiek heeft hij alle tools. Ja. En nogthans ook veel positieve dingen gelezen en gehoord over zijn leiderschapskwaliteiten al op jonge leeftijd. Dus dat maakte inderdaad die beslissing om zichzelf even eruit te halen nog wat raarder. En het te vertellen. Maar ik vind het ook wel een rare keuze van de franchise om het zo drastisch te doen. Want Flacco was ook niet goed vorige week. Als hij deze week weer niet goed speelt, dan gaat het terug naar Richardson moeten gaan. Ja. En dan slaat we wel een heel slecht figuur als headcoach. Dus het is ergens... vertrouwen dat nog eens gekrenkt is op die manier. Nu, één naam wil ik je nog even geven. Billy Joe Hobert. Die naam zegt jullie niks. Nee. Dat verwonder mij niet, maar dat was de backup quarterback van de Bills. Halfweg jaren 90. En de quarterback raakte geblesseerd en die moest invallen. En die speelde een ongelooflijke shitty wedstrijd. En achteraf gaf hij toe van, ik had eigenlijk de playbook niet bestudeerd. Dus Richardson die zegt van, ik was te moe. Nu de week daarna, Billy Joe had geen job meer. Maar dat kunnen ze met Richardson niet doen natuurlijk. Ah, ik had een beetje last van mijn hamstring. Lieg. Ja. Op zo'n moment moet je liegen tegen de pers. Ik voelde iets, ik dacht even dat ik ziek had. Het getuigt wel van de goede opvoeding natuurlijk. Ja. laatste shitshow. Het is eigenlijk nog positief. De Carolina Panthers hebben al twee keer gewonnen. Al. Ja, met twee verschillende quarterbacks. Ja, yes. Bryce Young heeft deze match gewonnen. Ja. Ze hebben een fourth round voor Mingo gekregen. Win-win. Is good. Ik heb wel echt medelijden met Bryce Young. Ik vind dat echt erg. Jammer, dat is beter voor jammer, ons. Vorig jaar Stroud, Young, wie zal het worden? En dan, het seizoen toont dan al aan dat Stroud eigenlijk al meer voorbereid was op de NFL dan Young. Nu ook, zijn begeleiding ook weer. En nu, dat is natuurlijk het systeem in de NFL. Als je gedraft wordt, hoog gedraft wordt, kom je in een slechte ploeg terecht. Maar dan moet je ook de tijd krijgen om te groeien. Of Stroud was ook de tweede pick, hè? Ja. Dat is op zich ook in een shitploeg terecht, hè? Dus dat is eigenlijk... Ja. Kijk naar Daniels. Ja. Maar is dat niet ergens de... Ergens is het wel belangrijk dat we dat als grootste conclusie misschien meenemen, dat dan een grote switch is. Quarterbacks die in de NFL komen, krijgen echt geen tijd meer om zich te ontwikkelen. En Jaden Daniels is heel laat in de NFL gekomen, heeft eerst heel veel college gespeeld. Ja. Richardson is een tegenovergesteld voorbeeld. Die heeft heel weinig college gespeeld. Ja. De Colts weten dat wel op dat moment. Dus ik vind dat dan ook raar om er zo snel de stekker uit te trekken. Doe het dan niet. En het gaat meer en meer het advies worden van de agents. Zeker nu dat ze ook geld kunnen verdienen in college. Met, het woord? NIL. NIL. Wat is dat? Portretrechten of zo zeker? Ja. Zou ik als agent altijd veel meer het advies geven... Speel 4-5 jaar college, doet die ervaring op. Ja. Verdien via NIL uw geld.
Nu, en ga dan naar de NFL als ik er mij, helemaal klaar wat voor Wat mij opvalt bij Daniels, bij Stroud, als ik het goed voor heb, hebben die twee verschillende universiteiten gespeeld. Dus ze hebben twee andere systemen geleerd. Ja. Dus die zijn dan ook sneller klaar om een nieuw systeem te leren. Terwijl, ja, ik denk dat Bryant Young altijd bij hetzelfde team gespeeld heeft in college. Dus dat kan misschien een verschil maken. Ik weet het niet. Want nu met die transfermarkt die er ook is in college, misschien is dat ook iets waarop gelet moet worden. En ook hoe snel quarterbacks tegenwoordig ook als rookie gewoon op het veld worden gesmeten. Ja. Mahomes heeft een jaartje mogen leren van aan de zijlijn. Ja, dat is iets wat ook veel minder... heeft ook zijn tijd gekregen. Dat is wat veel minder gebeurt ook tegenwoordig. En nu smijten ze die veel sneller gewoon voor de leeuwen, wat ook niet altijd gunstig is voor quarterbacks. En wat ik er ook aan vind, is... Je draaft enerzijds op potentieel. Bryce Young draaft je op. Je weet zijn beperkingen, maar wij hebben het gevoel dat hij dat kan worden. Ja. Hetzelfde verhaal met Richardson. Je weet, het is nog niet gepolijst, het is niet dat, maar hij kan dat worden. Maar dan moeten we het wel beseffen, we doen dat nu. Dan kunnen we niet na 8 matchen of zo heeft hij gespeeld, dan kunnen we niet beslissen van we trekken de stekker eruit. Ja, ofwel draft je wie dat je ziet en weet je, dat is wat we binnenhalen. Wat ik denk de Texans met Stroud gedaan hebben, wat denk de Washington met Daniels gedaan heeft, wat hopelijk Chicago ook met Caleb de gedaan Patriots heeft. De Patriots met Drake meegedaan hebben. Ja. En die hebben ook gewoon gezegd, oké, we weten, dat is het. We gaan die wat tijd geven om erin te komen, maar zeg gewoon correct met wie je haalt en beslis op dat moment, zo gaan we ermee omgaan. Mm. En niet in the moment. Allee, ik kan me niet inbeelden dat je zegt, we draften Richardson op 1.05. Die heeft amper nog geen 20 matchen bij wijze van spreken als quarterback op college niveau gespeeld. Als je daar dan zegt, we geven hem maar 8 matchen tijd, zou je dan die draftpick doen? Nee, toch? Nee, absoluut eens. En dat is gewoon absurd dat die waan van de dag nog zo groot is. En ik vind bij Bryce Young nog ook altijd straf. Dat is een number one pick overall. Hè. Eerste keuze van de hele draft. En het, wat vooral gezegd wordt, los van het feit dat hij nu duidelijk geen vertrouwen heeft, want dat is ook heel logisch. Dat is onder nul, onder het vriespunt, dat vertrouwen. Maar hoe klein dat hij er ook uitziet. Het is fysiek. Kyler Murray heeft hetzelfde, maar Kyler Murray is een klein beertje. Dat is echt dat is een jerommetje, die gast. Ja. En hij speelt niet klein. Die is dartel. Die is supersnel. Een soort van een irritant insect. Dat je niet kunt pakken. Ik denk, dat is Sonic. Ken dat spelletje? Dat is Kyler Murray. Bij Bryce Young is het tegenovergesteld. Die is ook niet dartel, die is niet snel. Dat is, en dan is het een probleem dat hij niet over zijn offensive of line kan kijken, dat hij niet over de defensive line kan kijken. Ja. Dan komt dat ook wel tegen hem. Maar dat zijn wel zaken die je als scouting moet weten. En wat mij dan verbaast, want ik kijk geen college voetbal, dat toch zoveel analisten het eens waren. Ja, Bryce Young, number one pick. Dat was nog altijd ergens een consensus. Het was een debat tussen hem en Stroud, maar hij ging niet lager dan de number two pick zijn, hè? Overal. Ja. Dus ik vind dat zo raar dat daar dan geen rekening mee wordt gehouden, dat er toch een verschil is tussen collegevoetbal en profvoetbal. Eén ding mag je niet vergeten, die draft scouts en analisten, die moeten ook hun job verdienen, die moeten ook verkopen. Ze moeten ook niet altijd geloven wat dat ze zeggen. Maar je kan toch niet zeggen, als een speler effectief een bus gaat worden, gaan ze toch niet in de top 2 projecteren? Nee, ik ga even terug naar de jaren 90. Had je Peyton Manning en Ryan Leaf. En toen zeiden ze ook, Ryan Leaf is beter dan Peyton Manning. Het is ook eventjes anders uitgedraaid, natuurlijk. Hoe goed was Ryan Leaf in college? Goed, ja. Maar dat is het dan juist. Het systeem is helemaal anders. Op campus ben je de man. Ja. En dat denk je dan ook te zullen zijn in de NFL, maar je moet daar wel eerst bewijzen. En je moet ook die veteranen kunnen overtuigen. En als het dan niet lukt... Of mentaal heel sterk zijn, zoals Peyton Manning, die een geen goed rookie seizoen had. En daarna. En ja. Plus, bij Carolina is het ook nog eens de eigenaar geweest, Tepper, die echt wel wilde dat Young gekozen werd. Misschien had die coachingstaf toen er andere ideeën over. Dat weten we dus niet meer, want die zijn ook al vertrokken ondertussen. En wat ze ervoor opgegeven hebben, want uiteindelijk was die draftkeuze van de Bears, hè? Dat mag je ook niet vergeten. Hè? Nee, inderdaad. Oké, we gaan naar hoopvolle dingen. Ja, maar ik hoop zondag een goede wedstrijd te hebben. Ik hoop Bryant Young als starter, want dat is al bekend gemaakt. Ik hoop het voor jou ook. Ja. Hoopvol, ik denk dat ze in San Francisco hoopvol mogen zijn, want het is daar miserie geweest met de ene blessure na de andere, maar Christian McCaffrey is al terug aan het trainen. Ja. Dus die zou terugkomen en als die er al bij is, dat maakt al een wereld van verschil voor die ploeg. Ja, die zal ook wel wat roestig zijn, denk ik. Want die heeft al 9 weken niet gespeeld. Dat is waar, maar het is beter dan niks. Hij heeft 2 Achillespezen. Ja. Op zich is hij oké vervangen, maar... Hij is naar Duitsland gegaan, zeker. Okay, hè? Zijn running back deel is vervangen, is goed opgevangen geweest. Ja. Maar wat hij extra brengt als Zwitser zakmes, dat is onvervangbaar. Ik denk dat zijn snaps beperkt gaan blijven tot in de playoffs.
Maar gaan ze de playoffs halen? Zijn nu 4-4, hè? Ja. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Met die zonder Ayuk, met Debo die maar half, ja, half met, is? Met die sterke NFC Noord. Ik weet het niet. Ja. Ik ga eens kijken wat hun programma misschien is. Dat is misschien, misschien als zevende ploeg. Ja. Maar, ja. Ik weet dat niet. Is dat dan echt dat ik zo'n te grote naam vind of zo? Dat ik daar... Wacht, hè. Dat is, we zitten hier met Seattle, met de Rams. En de Cardinals. En de Cardinals, ja. Het programma, misschien dat dus is de Rams en de Cardinals dus, zijn momenteel ook aan het draaien. Ze hebben nu een bye week. Ja. Dan naar Tampa Bay, thuis tegen Seattle, naar Green Bay, naar Buffalo, thuis Chicago, thuis tegen de Rams, naar Miami, thuis Detroit, naar Arizona. Oeh. Je hebt er toch wat kleppers tussen gehoord. Ja. Ja, maar op zich, ik ook wel, ik zie dat als je naar dat roster kijkt, denk je nog altijd van, kom, die moeten van elke ploeg kunnen winnen. Maar de vraag is inderdaad, welke versie van McCaffrey krijg je terug? In welke mate krijg je Debo nog te zien dit seizoen? Mm-hmm. Of gaat hij nog een paar keer... Ja, wat dat hier ook allemaal... Die is met longontsteking een keer van het veld gehaald. Dan zijn arm weer, zijn schouder weer. Ik weet niet of jullie de serie Wide Receiver al gezien hebben. Waar hij daar ook al met zijn blessures aan het sukkelen aan het doen was. Ja, uw defense speelt wel zijn matchen, denk ik. Al hebben ze ook wel... Ik weet niet. Ik heb toch het gevoel, het zou moeten. Oké. Okay. Hoopvol, de LA Rams. 4-4, zoveel blessureleed gehad. En die zijn net op tijd wel weer gezond aan het worden. En die zijn er in geslaagd om die ploeg drijvende te houden. Dat is een beter verhaal, denk ik, dan de 49ers. Denk ik ook. Dat denk ik ook. Zeker met Kupp en Puka Nakua die terug zijn. Ja. En hun O-line, komt ook terug. O-line komt ook terug. Avila en ik weet niet wie de andere heet, die komen ook terug. En Stafford is gewoon Stafford, hè. En de rookies being on fire te komen. Ja, de rookies op de verdediging die Jared het heel Hurst. Goed doen. Ja, dus ja. Ja, de ik denk dat dat een beter verhaal is, waardoor dat van de 49ers... Ik geloof ook meer in de Rams, absoluut. Ja, omdat ze effectief bewijzen dat ze fit aan het worden zijn. Ja. Bij de 49ers is het hopen Puka dat ze fit leek worden. Puka wel nog niet 100%, vond ik. Nee, maar dat is ook logisch. Hè? Ja. Ja. Ik denk dat dat wel een paar weken gaat duren voordat hij er helemaal gaat doorkomen. Maar Stafford is ook zo... Dat is zo'n gast in mijn ogen... Baller. Ja, inderdaad. Gewoon, je vertrouwt daarop. Ah, ja. Stafford is de quarterback, ça va. Dan heb je, je hebt geen zorgen. Waarom was er jarenlang bij de Lions ieder jaar dat gevoel van... Ja, dit jaar is het. Hij heeft er 10 jaar gespeeld en het was 10 jaar net niet. Maar ja, uiteindelijk... Eigenlijk is het spijtig dat dat succes van de Lions, dat hij dat niet meemaakt. Ja, ik had Stafford bij deze ploeg wel eens willen zien. Ja, super vet geweest. Heb ik ook al vaak gedacht. Ja. Maar die ploeg is er ook maar door hetgeen ze gekregen hebben, omdat hij weggegaan is. En de financiën die vrijgekomen zijn omdat zijn contract daar weg was. Maar positief over Goff waren, zet Stafford daar. En ja, tuurlijk. Dat is nog ook van een heel ander kaliber. Maar pas op, want Stafford die durft wel eens... Hero ball te spelen. Voilà. Terwijl Goff houdt zich binnen het systeem. Maar met die ploeg moet die zekere passes, de korte passes. Ja, maar met die ploeg moet dat niet. Het is een fijne, denk ik. Ja. Positief in de NFC. Saquon Barkley. Enkel en alleen al voor zijn play van afgelopen weekend. Oh. Ja. De achterwaartse hurdle. Ja. Echt epic. Als je het nog niet gezien hebt en gehoord dit, doe gewoon Barkley, hurdle, Twitter. En kijk, op de Zone NFL Belgium Facebook groep heb ik ook de filmpjes gepost van hoe de zijlijn reageert bij de Eagles. Op het moment dat ze het zien zelf en dan nog eens de reacties erachter. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Dat is bijna once in a lifetime. Je moet trouwens een boodschap doorgeven aan de mensen van de Zone dat hun app nog altijd te veel uitvalt. Okay. Even terzijde. Dat is heel... Je zet een match aan het zien ineens, boef, weg. Ja, maar enkel op mijn tablet. Ja, mij ook. Niet op mijn tv. Nee, mij ook. Niet op mijn laptop. Enkel op mijn tablet. Echt, exact. Maar bij deze is de boodschap doorgegeven. Ja, exact. Dat is echt zo, midden van zo'n play. Zoals dat terzijde. En wat aan mij dat doet denken, toen ik de NFL begon te volgen, dat verhaal kennen jullie wel, dat was nog zo'n kleine transistorradio. Ja. En telkens als er iets gebeurde in een wedstrijd, kreeg ik ofwel... een of andere Arabische zender ertussen, ofwel een Spaanse zender waar dat Barcelona aan het spelen was en ze aan het roepen waren. En dan hoorde je niet wat er gebeurde en dan achteraf kwam de terug. Ja, de fase was gepasseerd en dan, oké. Ja, ben je het kwijt. Barkley bij de Eagles dit jaar, de Giants vrezen er al voor hè, dat het een trade zou zijn waar ze spijt van zouden krijgen. Ja. Is ook zo. Ik vind het record van de Eagles wel beter dan hun spel. Akkoord. Ging net hetzelfde juist zeggen. Ja.
Ik ook. Denk dat die eigenlijk een heel slechte headcoach hebben. Nee, ik denk echt, dat ook. Ik denk echt dat die echt een loser als headcoach hebben. Als het gaat over arrogante mensen, fucking hell. Die gaat in interactie met de fans... Van zijn eigen ploeg, hè? Terwijl dat ze met hakken over de sloot winnen, terwijl dat hij spelerspotentieel heeft om u tegen te zeggen. Nee, dat is echt iets raars. Ik heb dat vorig jaar trouwens al gezegd, ook die situatie toen... Over Sirianni. Met de situatie toen van die veiligheidsman. Ja, die bodyguard. Die bodyguard. Die dan een van de spelers van de 49ers daar attaqueert. Ik bedoel, dat is... Wat heb je dan een paar weken geleden, dat hij zo kritiek had gekregen, dat hij dan weer zo gegaan naar zijn eigen publiek. Ja. Ja. Dat, als headcoach, jongen. Dat dan Noah Lang dat doet. Oké, maar als headcoach... En vooral omdat het terecht is dat de fans boe roepen, want je speelt tegen een veel slechtere ploeg. Je zou niet in de problemen mogen komen. Je hebt fantastische spelers, je hebt een goede quarterback. Die wel een beetje over de top is, heb ik het gevoel, Jalen Hurts. Ik denk het wegvallen van Jason Kelce zal daar wel een grote rol in spelen. Maar vorig jaar was het ook al een klein beetje decline in vergelijking met het jaar daarvoor. Hè? Hij heeft vooral lang zonder zo'n AJ Brown gezeten ook dit seizoen. Mm. Dat scheelt als je die hebt. Yeah. Devontae Smith heeft dan ook wat matchen gemist. Of ene match of zo. Goddard is ook oud, dus hij heeft wel wat zijn wapens gemist. Ik denk dat we gewoon... Dat Hurts is wie dat hij is. Hij gaat nooit de pocket presence hebben van wat een Lamar, een Mahomes, Stroud en zo wel hebben. Mm-hmm. Maar hij is wel gewoon een above average quarterback. Hij kan de touchdown dat hij vorige week naar Devontae Smith gooit, dan heeft hij een goede arm. Lopen blijft hem ook belachelijk goed. Die heeft weer 6 keer al de touch push of zo ook over de lijn gebracht. Maar hij is niet... Ook al een paar keer niet gelukt dit jaar. Ja. Vorig jaar wel. Dus dat is ook waarschijnlijk door het wegvallen van Kelce, inderdaad. Ja. Dus het Kelce-filmpje gezien? Ja, maar ik verstond het niet goed, filmpje. Met de smartphone? Dus hij was aan het wandelen tussen... gewoon in... Penn State. Supporters van Penn State. Ja. En iemand achter hem was een mens aan het roepen. Kelce. En iemand bleef roepen. Kelce, your brother is a faggot for dating... Taylor Swift. Ja. En die bleef dat zeggen. En die draaide zich om van, wat? En die zei dat nog eens. En als reactie pakte hij de smartphone af en smeet hij die tegen de grond. En dan pakte hij die smartphone op, is hij doorgelopen. Die kerel is erachter gekomen nadat Kelce die had laten vallen. En hij ziet dat, hij pakt die terug op. En hij draait zich om naar die kerel. Who's a faggot now? Hij heeft zich verontschuldigd, want hij had nooit natuurlijk die smartphone mogen kapot smijten. Maar 1. Homofobische slur. 2. Uw broer zo beledigen, dat was bij hem. Hij werd ook constant belaagd. En ook 4, keyboard warriors in real life, het is iets anders. Hè? Ja, het zijn ook... Niet doen tegen een gast als Jason Kelce. Jason Kelce. Dat is ook heel dom, hè? Ja. Fuck around and find out. Ik vind dat hij wel de telefoon moet terugbetalen. Ja, tja. En daar houdt het mee op. Ja, ik ook. Ja. Dat zou ik als rechter zeggen. Nou, inderdaad. En de andere... Moet een brief schrijven of zo. Een sorry. Een nieuwjaarsbrief. Iets. Naar Taylor Swift en naar Een liedje zingen gewoon. Vriendschapsbandjes maken. Ja, Is dat van Taylor Swift. De Minnesota Vikings overtreffen elke verwachting, denk ik. Ja, voor mij, Kevin O'Connell. Headcoach van het jaar. Coach van het jaar, zeker topkandidaat. Toch zeker halftijds. Ja. Sam Darnold is de resurrectie van Sam Darnold. Hoeveel procent is door headcoach O'Connell? Hoeveel procent is doordat hij de beste wide receiver van de NFL heeft? En hoeveel procent is gewoon door zichzelf? Als je dat moet doen, als je dat moet verdelen in 3 stukken. Ik denk 40-40-20, zoiets. Ik ging 50-25-25 zeggen. Dus 50 headcoach, 25 wide receiver, 25 Darnold. Het is wel een waanzinnig verhaal. Hè? Ja. Het is gewoon... Ik haal het daarnet al aan bij Trevor Lawrence. Het is wel gewoon het bewijs dat je dat omgeving, entourage, ploeg, manier waarop dat er met u wordt omgegaan, dat zoveel kan bepalen. En in de NFL lijkt dat zoveel meer dan in andere sporten alles of niets. NBA is dat ook al vaak. Ja? Ja. Dat je denkt van, als die nu gewoon bij een andere ploeg was terechtgekomen, had dat een superster kunnen zijn. Ja, maar dat is echt zo typisch NBA-NFL, je bedoelt inderdaad heel hard. Okay, terwijl ik in voetbal heb ik wel altijd het gevoel van, oké, als je echt kunt shotten, dan doe je 5 stapjes achteruit en dan
klimde wel weer op, denk ik, als je de juiste keuzes maakt. Maar natuurlijk... Stapjes achteruit zetten is in competities als de NBA en de NFL gewoon veel moeilijker. Ja, nee, dat is waar. Ja, want dan kom om die 5 stappen terug vooruit te zetten, dat is... Het is vooral die stappen achteruit. Hoe doe je dat? Ja, je kan gemakkelijk, als je bijvoorbeeld... Je bent bij Man United niet goed genoeg, kan je naar de Bundesliga gaan, naar Wolfsburg, bij wijze van spreken. Of wordt uitgeleend aan de tweede klasser. Of en je daar terug opwerken. Ja. Dat systeem maakt het daar veel gemakkelijker. Maar je hebt die lentecompetitie, het samengaan van UFL en USFL, dus daar eventueel. Maar daar komen er ook niet veel. Dat wil je ook niet doen, natuurlijk. Nee. Maar ja, Sam Darnold, wat top 3 pick destijds? Ik dacht het wel. Maar mogen ook een beetje. Het speciale is er wel wat vanaf al, hè, van Darnold de afgelopen weken. Het is vooral de eerste weken. Ja. Hij is ook wie dat hij is. Hij gaat ook geen superstar worden. Nee, hij gaat het ook niet helemaal alleen kunnen forceren. Hij heeft de hulp nodig van de ploeg rond hem. Ik denk. Ja. Derde pick 2018. Ja, maar het is wel gewoon Carolina, dacht ik. Hè? Dat je met goede coaching. Nee. De Jets. De Jets, ja. En dan is hij naar vorig jaar zat hij bij Carolina. Na Baker backup. Mayfield en Saquon Barkley is die gedraft. Ja. En voor Denzel Ward, Bradley Chubb, Josh Allen. Ja. Maar het toont wel weer eens aan wat we daar straks vertelden over de Jets. Lamar Jackson trouwens ook. 32e pick. Maar ja, ik vraag me wel af hoe houdbaar het is, de Vikings. Het is een heel mooi verhaal. Zijn ze 7-2? Denk het wel. 7-2, 6-3. Kijk. Maar hun defense is daar vooral het verhaal, hè. Onder Brian Flores. Ja. Ja. Die eigenlijk een beetje wel van zijn pluimage verloren had door dat, Dolphins, hoe dat hij omging met Tua. Met zijn spelers, Om dan een voorbeeld aan de andere kant te geven, waar dat hij geen vertrouwen gaf aan Tua. Na Tua die dan opengebloeid is onder. Ja. Hij heeft wel zijn fouten toegeven, denk ik, Brian Flores. Of zo half van, ik weet niet of ik hetzelfde zou zijn. 6-2. Ja, die hebben een bye week achter. Hadden we alle twee gelijk. Maar ja, het is wel waar wat je zegt inderdaad. En Flores... Ja, hij was er voor het oprapen voor elke ploeg eigenlijk. Ja. Was hij defensive line coach? Vorig jaar was hij defensive line coach bij de Steelers, geloof ik. Heeft hij daar de kans gekregen van Tomlin om terug te beginnen? 5 stappen terug. Voilà. Als coach is dat misschien net ietsje makkelijker dan als speler natuurlijk. Hij was linebacker coach. Of linebacker coach. Linebacker coach was hij. Ja. En nu dan opgepikt en dan defensive coordinator. Ja. En die defense werkte fantastisch. Ja. Trouwens over de Vikings. Wat we nu over Darnold vertellen. Ik denk dat we dat 2 seizoenen geleden ook over Kirk Cousins vertelden. Van, is dat het systeem of is het de quarterback? Maar ik vind dat wel minder. Kirk Cousins gooide bij Washington ook wel Sava. Ja, maar hij was toch altijd een man die net niet over die drempel kon. Ja, maar daar is hij nog altijd niet over geraakt. Maar Cousins was een starting quarterback. Bij Darnold waren we ons dat afvragen, is dat eigenlijk wel een backup? Ja. Bij Sam Darnold was seeing ghost. Ja. En bij Kirk was de vraag inderdaad, kan het in primetime ook? Ja. Dat was... Ja. Ja. En Cousins heeft trouwens nu ook, na die Achillespeesblessure, de Falcons zijn niet fantastisch, maar ik vind dat hij het niet zo slecht doet eigenlijk. Maar haal hem weg bij de Falcons en die Falcons staan niet waar dat ze nu staan. Hè? Nee. Het hoofd van de NFC South. 4e in NFL in passing touchdowns, Cousins. 6e in yards per match en 9e in passer rating. Ja. Maar dat is slecht, hè? Zijn statistieken zijn wel altijd... maken hem beter dan hij effectief is, zonder dat ik iets wil afdoen van hem. Maar dat is zo. Maar zijn stats zijn wel altijd wauw. Ook in fantasy denk je altijd van, hoe de fuck doet hij het elke keer? Maar een goede fantasy quarterback. Eigenlijk in de fantasy moet je die boven Mahomes kiezen. Ja. Dit jaar toch? Ja, dit jaar. Dat is waar. Ik heb nog 2 dingen en 1 vraag. Dus eerst Arizona. Als het over positief gaat, 4 in de NFC... 3 op rij gemakkelijk gewonnen na een pijnlijke nederlaag in Green Bay. Beter beginnen spelen. En best gemakkelijk schema nu ook blijkbaar. Ja, en nu 2 wedstrijden op rij gewonnen met een field goal in de laatste seconde. Of in de laatste minuten. Rare ploeg wel, hè? Ja. Heel rare ploeg. Kyler kan ik ook nog altijd geen... De ene week kan die alles zijn, de andere week niks. De andere week is hij... Ja. James Conner blijft mij wel verbazen op running back. Marvin Harrison die heeft dan 2 fantastische matchen. En dan voor en de rest is hij weer weg. Maar dan hebben ze het geluk dat er iemand anders de slack oppikt. Je merkt wel bij Harrison, bij Neighbors is er al meer uitgekomen, vind ik. Maar bij Harrison, je ziet dat potentieel wel van... Speel die juist uit en je hebt iemand die... Hij is meer een klassiekere wide receiver, hè, Marvin Harrison. Terwijl Neighbors is meer... Ja, geeft die in de bal 2 yards over de scrimmage line en die maakt er wel iets van. Die is meer zelf een creator, terwijl Marvin Harrison meer... Zijn een quarterback nodig heeft om te creëren, denk ik. Het schema. Thuis tegen de Jets, naar Seattle, naar Minnesota,
thuis Seattle, thuis New England, naar Carolina, naar de Rams en thuis San Francisco. Die laatste twee, die zullen beslissend zijn, denk ik, voor de rest, waar ze eindigen. Maar... Jets, Seahawks, Vikings, Seahawks, Patriots, Panthers. Dus te halen. Vooral Patriots, Panthers springt er daar bovenuit. Ja. Ja. Dat moet wel haalbaar zijn. Er zijn er zeker twee. Lijkt mij. Die ze moeten winnen. Dan Seattle. Ook niet wat ervan verwacht wordt. Dus als ze daar kunnen splitten, dan denk ik wel dat ze... Nee, Seattle is ook rare ploeg. Met een Jigba vind ik fantastisch. Ja. Dus de ene week wel, de andere week wordt hij te weinig gebruikt. En Gino is Gino, hè. Ja. Gino is wel een oké quarterback. Ja, wel. Gino is Gino. Dat is perfect verwoord. Dat is een oké quarterback. En zoals Cousins. Ja, heel vergelijkbaar die twee. Ja, inderdaad. Ja. De Packers zijn 6-3, terwijl Jordan Love niet fit is. En terwijl Jordan Love soms stomme beslissingen neemt. Ja. Ik herinner de wedstrijd tegen de Rams. Ja. Waar hij dan die bal probeert weg te gooien. Die wordt onderschept en onmiddellijk teruggelopen. We waren daar, dan de safety. Ja. We waren daar zo positief over na de playoffs vorig jaar ook. Ja. Wat hij had laten zien vorig seizoen, dat is er wel nog niet helemaal meer uitgekomen. Ook door omstandigheden, want hij heeft veel fysieke problemen gehad. Okay, hij heeft wel al een paar keer Will Levis vibes gegeven, maar hij heeft dan wel ook de andere kant van de medaille. Ja. Ook wel die crazy positieve dingen, waar dat die bij Will Levis compleet ontbreken. Je moet ergens... Die positieve dingen moeten ergens getunneld worden, zodanig dat dat de standaard wordt en dat andere vermindert. Maar we mogen ook niet... Het is nog maar zijn tweede seizoen, hè. Dat hij speelt, ja. Kijk naar Josh Allen. Ja. Daar hebben we net hetzelfde gehad, hè. Dat tweede jaar was ook de brain farts die er toen waren. Dus geef hem een kans, maar ik denk wel dat de Packers safe zitten. Fysiek, en ook fysiek imposante kerel wel, John Love. Ze hebben nu een bye week, dus misschien dat hij dan wat fitter terugkeert. Is te hopen. Wie is de beste rookie quarterback na Jaden Daniels? Bo Nix, denk ik. Ja, maar ik weet niet, jullie keken raar naar mij bij de preview. Toen ik zei van een ploeg die je in de gaten moet houden of die je moet bekijken of zeker moet gezien hebben. Toen zei ik de Denver Broncos met Bo Nix en Sean Payton. Ja, ik denk wel, daar wordt iets moois gebouwd. Hij gaat wel niet de tweede beste carrière hebben. Nee, dan van die vier, van Drake May. Maar hij is wel aan het groeien. Nee, maar hij is ook aan het groeien. En, ja. Nee, maar ik denk dat hij een beetje het voorbeeld is van wat ik daarnet zei. Hij heeft lang college gespeeld. Hij is klaar. Hij weet, zo werkt het. Ja. Dat is het verschil. En Drake May, wat we daar al van gezien hebben nu bij de Patriots, is wel super hoopgevend, vind ik, voor de Patriots. Ja. Daar zit wel iets in. En eng genoeg is voorlopig het engst voor de Bears, denk ik, met Caleb. Drake May, even op inpikken eerst. Ik vind het goed dat de Patriots daar even mee gewacht hebben. Ze hebben hem ook niet meteen op het veld gesmeten. Nee. Hè? Gewoon toen bleek dat Brissett gewoon... Maar dat wisten wij op voorhand. Ja, ik weet het, maar ze hebben het toch nog gezet. Het is beter dat je het even kan zien op het veld, dan dat je meteen Drake May zit en dat je dan moet teruggrijpen. Ja, ergens is dat al zeggen van, kijk, dit is onze ploeg op dit moment. Die ploeg gaat niet goed zijn. Exact. Nee. Het is niet de schuld van de rookie. En dan brengen we de rookie. Ja. Oei, die doet dit. Dat hebben we niet gezien de eerste 5 weken. Oei, die kan dit. Dus dat is ergens wel expectation management. Ik vind dat heel slim aangepakt, want als je het andersom doet en Drake May begint meteen en hij laat een paar steken vallen en dan moet je wisselen en dan weer wisselen, dat is het slechtste dat je kan doen in mijn daar hebben we dan het voorbeeld weer van de Jets met Darnold en met Wilson. Dat is daar gebeurd. Hè? Ja. Caleb Williams, ja. Ik zou stress hebben als Bears van zijn vrienden. Het is toch vroeg, hè? Maar, ja. Ik weet het niet. Ik vind wel nog altijd dat je ziet waar het kan zijn. Het is een groot verschil thuis matchen, uit matchen ook. Ja. Dus dat is al ook al iets opvallend. En het is geen Bryce Young. Nee, het is geen Bryce Young verhaal. Nee. Maar geef hem de tijd om te groeien volgens mij. Want uiteindelijk, hier hebben ze hem de kans niet gegeven om eerst van aan de zijlijn toe te kijken. Nee. Ze hebben hem er onmiddellijk ingegooid. Net zoals Daniels natuurlijk ook wel. Maar dat is een nadeel. Maar dat is het nadeel voor Caleb. Dat Daniels zo goed is. Ja. Dat is altijd het nadeel. Die twee zullen altijd vergeleken worden. Hè? Ja. Het is ook het aura rond die twee wel zo. Ja. Hoe dan een Caleb na de wedstrijd rondloopt, hoe dat hij kreeg daar een keer wat feedback van Stroud of zo was het, denk ik. Ja, hoe dat hem dan leek te negeren. Dat zie ik Daniels niet doen. Maar ik vind het ook heel raar dat Stroud dat gaat doen in het begin van zijn tweede jaar. Ja. Zeggen, je komt er wel, maat. Het is je sophomore season. Maar ja, dat is wel positief bedoeld. Dat weet ik. Dat is, okay. Maar dat is hetzelfde verhaal als Richardson niet moet liegen. Caleb moet op dat moment ook gewoon glimlachen en knikken en mag van binnen denken, maar natuurlijk is intentie goed, maar ik vind dat ook wel raar dat iemand als Stroud dat doet. Dat Mahomes dat zou doen, dat is iets anders. Ja. Of Lamar. Ja. Stroud was rookie van het jaar vorig jaar. Vorig jaar, daar zeg je het. Ja. Komt het goed met Caleb Williams? Als je er geld op zou moeten inzetten? Ik denk dat hij gaat moeten wachten op een andere headcoach.
En dan komt het goed. En dan komt het goed. En dat vind ik ook zo tof. Allee, die Eberflus heeft toch niks laten zien vorig jaar waarvan dat je denkt, ja, met die gaan we ooit een Super Bowl winnen. Hij heeft het geluk gehad van de laatste, wat was het, 4 wedstrijden te winnen vorig jaar. En dat heeft zijn job gered. Maar je denkt toch nooit, met hem gaan we de Super Bowl winnen. En je weet, er komt een nieuwe start. We hebben Caleb Williams. Wat is het beste dat je kunt doen? Zet ook gewoon een nieuwe headcoach. Want je gaat na dit seizoen, voor mij schreeuwt alles, Eberflus is daar weg. Je gaat ook een offensive coordinator, US Shane Waldron is zeker, van de Seahawks, die er daar ook eigenlijk niet echt veel goeds uithaalde vorig jaar. Ja, echt zo'n rare keuze van die ploeg, dat ik denk van... Het is Waldron die Geno Smith opnieuw op de kaart gezet heeft daar vorig jaar. Was dat niet dingen? Dat was die Canales. Als quarterback coach eigenlijk. Nee, Canales zat hij niet bij Tampa Bay. Wel, maar daarvoor bij de Seahawks. Ah. En vorig jaar was Geno weer een pak minder dan het jaar daarvoor. Ah, oké. Okay, ja. Okay. De jaren komen zo snel. Ik heb Geno in mijn dynasty, dus ik heb progressie lang gevolgd. Dus. Staan jullie nog altijd achter jullie Super Bowl picks? Ik weet niet meer wat dat was. Heeft jij opgeschreven? Ik weet het gewoon van mezelf nog. Ik had Detroit Kansas City. Ik sta er nog helemaal achter. Ik had weer Chiefs 49ers, denk ik. Chiefs 49ers, denk ik. Ja, en nu twijfel ik, ofwel had ik ook Chiefs 49ers, ofwel Baltimore 49ers. De Harbaugh Bowl die opnieuw ging komen. Ja. Of een heruitgave van Ik zal het eens moeten herbeluisteren, maar ik weet het niet meer. Ja. Dus, Chiefs Commanders! Ja, je moet geloven, toch? Straks een gokje doen. Nee. €50. Waarom? Ik weet het niet, gewoon. Ben ik sowieso blij als het haal? Ik moet er geen geld voor krijgen. Maar je kan er ook nog eens geld voor krijgen. Woehoe! Zie je, voilà, €50 of €20. Maar dan verlies ik eigen geld. Maar niet veel. €20, dat kan. Dat is niet veel. Dat is geen zot goks. Ik zou anders zeggen, opnieuw nacht. Als ze aan voldoende staan. Als ze aan voldoende oud staan, dat interessant wordt, wil ik het doen. Oké. Jurgen, wat moet je nog pushen? Wat moet ik nog pushen? Wel, gewoon nog eens melden aan de mensen dat ze via de Zone-app en Game Pass daarop, die volgens jullie toch niet op de tablet werkt, op de tablet niet goed werkt, dat ze elke zondag om 7:00 een gratis wedstrijd kunnen bekijken. Dat is toch wel nuttig om weten. En voor de rest, ja, blijf het seizoen volgen. Normaal gezien hebben we terug de Thanksgiving-wedstrijden. Alle playoff-wedstrijden zullen opnieuw getoond worden, maar daar kunnen we het over hebben, hoop ik dan, bij een volgende X&O's. En dat ik nu zondag om 3:30 te beluisteren ben met de Giants en de Panthers in München. En dat misschien de halftime show van, wie is het, Shotgun Kelly of wat is het, misschien het hoogtepunt wordt. Of Machine Gun Kelly Shotgun is het. Shotgun Kelly. Ja, maar dat is... Ja. Heel goed. Ja. Dat is wel rustiger dan een machine. Dat is mijn Buffalo Bills verleden dan, met Jim Kelly en uit de Shotgun, de K-Formation. We hebben de titel van de aflevering eigenlijk. Ja, Shotgun Kelly. Ja. Leroy, Machine Gun Kelly. Dus, ja. Ik vind Shotgun Kelly eigenlijk beter. Ja. Leroy, jij? Kick and Rush? Nee, ik wens u heel veel succes op de oorkondes vanavond. Dank je. Maar Kick and Rush pushen misschien? Elke week. Je mag reclame maken hier. We zijn er elke week op maandag om over de Premier League te praten, maar dat weten de mensen toch wel. Ja, ik weet het, maar dat is altijd verzekerd. Je weet nooit dat er mensen ineens beginnen luisteren. Normaal vertel ik over de Premier League. En ook, ze kunnen iets bestellen dus, binnenkort. Een nachtkalender. Nachtkalender van Leroy Deltour. Echt kunst. Ik denk, ik vind me echt trots erop. Mooi zijn. Ik ben heel benieuwd. Goed, ik heb nog geen gast voor volgende week, maar dat komt ongetwijfeld wel in orde. En over 2 weken zijn we opnieuw met Niels, Jokke en Tijl. Dat is tenminste toch de bedoeling te zijn dat een van die mannen ineens last minute moet werken. Dat is natuurlijk altijd een beetje zoeken. Maar dat is het plan om er dan te zijn, om dan verder te praten over de NBA en daar weer de volle focus op te hebben. Voilà. Bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Geniet van de NFL, geniet van de NBA, geniet van het weekend en tot volgende keer. Salut.